Ja. En mijn vader ook nog. Bekend. Jullie zijn er niet voor. Zitten niet op de columns, de columns schrijven voor de Amsterdam, de USB. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Welkom allemaal, kom binnen, we zijn nog niet begonnen. Dus er is hier vooraan nog plaats. Hartelijk welkom allemaal bij deze avond. Zijn wij massa mensen, mijn naam is Juri Albrecht, ik ben gespreksleider vanavond en directeur van de Bali. We zetten uw telefoon graag op stil, u mag natuurlijk graag mee twitteren, maar even het geluid uit, dat is altijd handig. Ook welkom aan de kijkers thuis. Hij wordt uitgezonden thuis, want het is uitverkocht hier. En daarom heb ik ook gevraagd of de inleiders van vanavond alvast op het podium willen gaan zitten, zodat er nog een enkele stoel vrij was. Want het is volledig uitverkocht. U bent zo slim geweest en u weet met Socrates dat het belangrijker is, hè, om lijfelijk aanwezig te zijn in plaats van thuis te kijken. Dus fijn dat u er bent. Dit is een lang gekoesterde wens van mij. Een avond over Ortega y Gasset. Als ik een bucketlist zou hebben, dan bij het aantreden van mezelf als directeur hier, dan had deze avond er zeker op gestaan. Ik heb het boek twee keer gelezen, ooit als puber, in zo'n vertaling van Johan Brouwers met zo'n stoffen omslag. Het schijnt, kom ik nu dus achter, helemaal niet zo'n volledige vertaling. Precies, die daar. Ja, 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 die, dat exemplaar, dat heb ik later tijdens mijn studie nog eens een keer herlezen. Het is een boek wat op mij in ieder geval diepe indruk heeft gemaakt. De man, maar ook vooral dat boek.
Dus het is ontzettend mooi dat er een nieuwe Nederlandse vertaling is uitgekomen, waardoor wij de gelegenheid hebben om een avond te houden over het boek. Het boek is wat mij betreft, maar nu neem ik een voorschot op de sprekers, de vier inleiders straks, maar wat mij betreft is het een buitengewoon relevant voor het tijdsgewricht waarin wij leven. En ik denk dat het ook verheugend is dat er zo ontzettend veel aandacht was voor de fantastische vertaling van Diederik Boomsma. De laatste dagen in de kranten, als u het gevolgd heeft, dat was echt ongelooflijk. Het was een prachtig interview met Diederik Boomsma in Trouw, waarin hij zich liet kennen als een waar adept van Ortega y Gasset. Hij probeerde er ook wel afstand van te nemen, maar dat lukte toch niet erg goed. Het bleek toch wel duidelijk dat ook de politicus Boomsma, en dat is natuurlijk zo ontzettend interessant ook, hij is niet alleen theoreticus, hij brengt ook, hij brengt de beide levens in praktijk, namelijk het theoretische en het praktische. En dat zou, denk ik, Ortega y Gasset ook zeer aanspreken, tenminste die twee vormen van leven. Dus hartelijk welkom, Diederik Boomsma. De eerste inleider van vanavond heb ik daarmee dan ook geïntroduceerd. We hebben nog drie andere inleiders die ik straks ook even wat uitgebreider aan u zal introduceren. Maar ik ben ontzettend blij dat jullie vieren hier alle vier zijn, want jullie zijn toch alle vier, ik volg jullie zoveel mogelijk altijd in de dingen die jullie schrijven, een voorbeeld van Nederlanders die zich trachten te ontworstelen aan wat Ortega y Gasset zeg maar de massamens noemt, namelijk overal een mening over hebben zonder daar langer en dieper over nagedacht te hebben. En jullie zijn toch alle vier voorbeelden van mensen die zich daaraan trachten te ontworstelen. En daarom ben ik ontzettend blij dat jullie hier zijn en dat we kunnen spreken over het boek vanavond. Ja, waartoe deze avond? Misschien dan nog, waartoe in het kader van de education permanent doen wij dit. We vinden het belangrijk dat auteurs in de 20e eeuw uitgegraven en opgegraven worden en opnieuw belicht en besproken. We hebben dat ook over Susan Sontag in een driedelige serie gedaan. We hebben dat ook over Wassily Grossman laatst in een hele avond gedaan. En we zijn ontzettend blij dat we het nu over Ortega y Gasset doen. Er komen er nog wel meer aan, denk ik. We denken ook na over een vierluik over grote vrouwelijke auteurs uit de 20e eeuw. Arendt, misschien Alice Miller, Ayn Rand. Dus er komen er nog meer aan. Maar vanavond bent u erbij. Hartstikke welkom. Fijn dat u er bent nogmaals. Diederik Boomsma, ik zal hem nog even kort ter introduceren. Studeerde als echte veelpoot, is hij. Kunstgeschiedenis en milieuwetenschappen. Dat zijn toch twee zeer uiteenlopende dingen. En dan doseert hij tegenwoordig in Leiden en promoveert hij nog in de filosofie. Hij studeerde in Granada en in Durham. En hij is ook nog deel, ook nog gemeenteraadslid voor het CDA hier in de stad Amsterdam. Daarmee laat je ook al wel ontzettend zien dat je dan niet een massamens bent, want in Amsterdam is dat toch wel een uitzondering. En hij zal de eerste spreker zijn en de persoon ook inleiden. Diederik, hartelijk welkom. Ja, heel hartelijk dank voor die prachtige en aardige introductie. En ook nogmaals hartelijk welkom. Dank aan de sprekers. Dank aan u allen die hier in zo'n grote getale, maar niet als massa, naartoe bent gekomen op deze winderige maandagavond. En dank met name ook aan de organisatoren, Juri Albrecht en Jan ten Mosselman van de Bali, dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Dus ja, dank jullie allemaal. En dat wil ik ook benadrukken, omdat natuurlijk een van de wezenskenmerken van de massamens is, is juist dat hij dus een soort existentiële ondankbaarheid heeft. En eigenlijk het vermogen om dankbaar te zijn langzaam heeft verloren. En ik wil natuurlijk ook uiterst mijn best doen, en dat moeten we ook allemaal doen, om niet zelf tot die categorie te gaan behoren. Overigens los van het feit dat ik die dankbaarheid ook wel degelijk echt voel. Aan mij dus de eer om een korte inleiding te geven op Ortega y Gasset en dit boek, waarvan ik de eer heb gehad om het te vertalen. En ik moet eigenlijk zeggen opnieuw vertalen, want het is inderdaad al een keer eerder vertaald in 1933 door de Hispanist Johan Brouwer. En toen had het de titel De Opstand der Horden. En dit is inderdaad de eerste integrale vertaling. Ortega die bleef altijd zijn teksten veranderen. En ik heb dus op verzoek van de Fundación Ortega y Gasset in Madrid de laatste tekst gebruikt. En er bevat dus nieuwe zinnen. Er bevat ook een nieuw essay en een nieuw nawoord voor Engelsen over het pacifisme. Dat allemaal nog niet eerder in de oude vertaling was opgenomen. En ik heb dus ook een nieuwe titel gegeven. Dat is eigenlijk omdat die oude titel is natuurlijk heel mooi, De Opstand der Horden. Alleen dat roept een beetje het beeld op van een bende met bijlen zwaaiende, schuimbekkende hunnen die op ons afkomen gestormd van buitenaf. Dat is in zekere zin misschien wat er gebeurde in de jaren 30. Maar dat is niet de volledige boodschap van het boek.
Want het boek gaat ook over ons. Het is breder. Het gaat over de massamens als geheel. Het is dus geschreven in 1929. Het verscheen eerst als feuilleton in een Madrileense krant. Ortega werd geboren in 1883. Hij zou vorige week zijn 132e verjaardag hebben gehad. Maar hij is in 1955 gestorven. En het boek zelf verscheen in dat onheilszwangere jaar 1930. En Spanje verkeerde op dat moment, net als vele andere Europese landen, in een diepe crisis. Dus de beschaving van de 19e eeuw, het Bildungsbürgertum, zoals Thomas Mann dat noemde, die bourgeoisbeschaving van de 19e eeuw, leek ten einde gekomen of leek zijn legitimiteit te hebben verloren in de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Maar er was nog niet echt iets nieuws gekomen met de kracht om de samenleving te binden en te bezielen. En Spanje werd bovendien geplaagd door een oudere gevoel van decadentie, een ouder gevoel van crisis. Spanje had natuurlijk ooit het grootste rijk ter wereld gehad met Philips II, waar de zon nooit onderging. Maar ja, het was langzaamaan aan macht en invloed verloren. En in 1898 had Spanje een laatste oorlog met de Verenigde Staten, ook nog de allerlaatste kolonies verloren. Dus het eiland Guam, Cuba en de naar Philips II genoemde Filipijnen. En dat maakte een enorme indruk op een hele generatie Spaanse intellectuelen als een definitieve vernedering. En Ortega die zag het echt als zijn taak om zijn vaderland, ja, als het ware de moderniteit in te slepen en weer aansluiting te doen vinden bij modernere Europese landen, Frankrijk, Engeland, Duitsland, waar hij ook grote bewondering voor had. En hij heeft ook in Duitsland is hij filosofie gaan studeren. Hij heeft ook geschreven, ik heb mijn vaderland altijd gediend. Alles wat ik heb gedaan is om mijn vaderland te dienen. Dus hij wilde echt Spanje opstomen in de vaart der volkeren. En dat deed hij dus als hoogleraar filosofie in Madrid, maar ook als uitgever, als essayist. Hij schreef aan de lopende band stukken en hij heeft ook veel boeken vertaald. En hij is ook korte tijd, heeft hij zitting gehad in het parlement. En in Spanje was dus in die tijd in de greep van een hevige strijd, eigenlijk al sinds de 19e eeuw, tussen twee extreme kampen, de radicale en de reactionaire. Wat hij dus noemt de lammen en de blinden van de menselijke geschiedenis. Dus hij zag die opkomst in de jaren 30 van die, wat hij noemde, bedriegelijke morgenstonden van fascisme en communisme. Dat hij typeerde als rancuneuze massabewegingen. En die probeerden de democratie van buitenaf te vernietigen of te vervangen. Hij probeert dus die totalitaire beweging in dit boek te beschrijven en te analyseren waar dat vandaan komt. Maar het boek doet ook wat anders. Want het gaat ook over de vraag wat de democratie eigenlijk van binnenuit bedreigt. Wat kan ervoor zorgen dat een democratie gaat ontsporen tot wat hij dan een hyperdemocratie noemde. En ik denk dat het in dat opzicht inderdaad een profetisch boek is, dat ook over ons gaat en over nu. Ortega stelt zichzelf de vraag, in kern, wat is de invloed van de moderniteit op de mentaliteit van mensen? Dus op onze psychologie. En de moderniteit is, kun je zeggen, heeft twee motoren, de Franse en de industriële revoluties. Dus die hebben democratie en technologie gebracht. En een hele nieuwe wereld geschapen van welvaart, van gelijkheid, vrijheid, democratie, mensenrechten, machines. En dat zijn allemaal hele mooie en goede dingen. Geweldige vooruitgang. Hij was geen cultuurpessimist. Hij vond dat echt geweldig. Alleen hij begon zich dus af te vragen, wat voor invloed heeft dat op de mentaliteit van de mens? En welke mogelijke negatieve neveneffecten kan dat sorteren op onze psyche? Welke nieuwe morele risico's draagt dat dan met zich mee? Want die nieuwe wereld van machines, mensenrechten, waar wij dan nu in leven, heeft ook de condities geschapen voor dit type mens, de massamens, om in opstand te komen. En het punt is dat die schitterende vrije westerse beschaving, waar wij nu de vruchten van plukken, en de massamens dus ook, dat die niet vanzelf of spontaan blijft bestaan, dat die zichzelf niet in stand houdt, maar dat die berust op een cultureel fundament. En het probleem is dat de massamens, of de democratie zelf aan zich, dat culturele en morele fundament niet in stand houdt en misschien zelfs een soort dynamiek schept die dat juist dreigt te ondermijnen. Nou, wie is dan die massamens? El hombre massa. Laat ik beginnen met te zeggen wat hij niet is. De massamens gaat dus niet over dikke mensen met een grote lichaamsmassa. De massamens is ook geen verwijzing naar de lagere sociale klasse. Er is natuurlijk een neiging misschien om te denken, dat gaat over de tokkies in Torremolinos of O.O. Gerso of dergelijke. Nou, daar gaat het dus niet om. Het is wel mogelijk dat we misschien de familie Tokkie tot die
categorie, in die categorie moeten indelen. Maar dat is niet omdat ze laag opgeleid zijn. De massa mens kan heel goed hoog opgeleid zijn en zelfs heel erg intelligent. Misschien niet zo breed gevormd. En sterker nog, volgens Ortega manifesteerde die mentaliteit van de massa mens zich dus juist onder de hoogopgeleide in zijn tijd. Terwijl we onder de arbeiders, zoals hij dat mooist beschrijft, nog altijd voortreffelijke door zelfdiscipline gestaalde karakters aantreffen. Dus massa is geen kwantitatief begrip, maar een kwalitatief begrip. Het is een bepaalde morele toestand. Wie is hij? Nou, Ortega geeft 3 kenmerken. Ten eerste, de veronderstelling dat het leven makkelijk is en moet zijn. Dus zonder existentiële beperkingen. Ten tweede, en die mentaliteit brengt hem ertoe om geen hogere morele of intellectuele of externe autoriteit te willen aanvaarden. En dat geeft de massa mens een soort zelfgenoegzaamheid. En ten derde, dat maakt dat hij zijn eigen onontwikkelde wensen direct en zo snel mogelijk vervuld wil zien. Dus kort gezegd is de massa mens een mens zonder bescheidenheid. Hij heeft veel kritiek op van alles, maar behalve de belangrijkste vorm van kritiek, namelijk zelfkritiek. En dat is dus problematisch, want zonder bescheidenheid krijg je een gesloten geest. En met een gesloten geest ben je ook niet meer ontvankelijk voor de waarde van de beschaving. Dus een democratie die gaat bestaan uit massamensen, een hyperdemocratie, is geen weerbare democratie. En volgens Ortega kan er geen twijfel over bestaan. Dus de meest radicale verdeling die je kunt maken tussen mensen is in 2 categorieën. Mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en mensen die niets speciaals van zichzelf verwachten. En dat maakt het verschil uit bovendien tussen een edel leven en een vulgair leven. Dus een edel leven is een leven van discipline met een heldhaftige inzet om jezelf voortdurend te overtreffen. Om een steeds beter mens te worden. Jezelf in dienst te stellen van een hoger doel. Maar een vulgair levend mens, een massamens, is dus passief en komt alleen in beweging als hij daartoe gedwongen wordt. Hij is vooral tevreden met zichzelf zoals hij al is. En in die zin is de vraag, zijn wij massamensen, de titel van deze bijeenkomst vanavond, eigenlijk de belangrijkste vraag van het leven. Voor ieder van ons. Ortega schrijft, de massamens is het gewend om zich op geen enkele andere autoriteit te beroepen dan die van hemzelf. Dus hij heeft de neiging om alles wat hij in zichzelf aantreft aan meningen, voorkeuren, ideeën, die zijn zomaar zijn geest binnenkomen waaien. En hij heeft dus de neiging om die zomaar weer terug te kaatsen. En ik citeer even Ortega. Bijvoorbeeld intellectueel gezien ben je onderdeel van de massa als je geconfronteerd met een of ander probleem, tevreden bent met de eerste de beste reactie die in je opkomt. De edele mens daarentegen stelt de gedachten die spontaan in hem opkomen juist ter discussie. En als hij een idee ontdekt, gaat hij eerst uitvoerig onderzoeken of het wel klopt, wat het precies is, en wil hij zijn gedachten gaan toetsen aan een hogere autoriteit. En de massamens neemt dus passief allerlei rondwarende gedachten over en kaatst ze gewoon weer terug, omdat hij een arm innerlijk leven heeft. En daardoor blijf je ook een ongedifferentieerd onderdeel van de massa. Want je kunt je pas onderscheiden van de massa eigenlijk door je terug te trekken. Ortega heeft ook een ander boek geschreven, dat heet Enzymismuitse. En dat gaat in het Nederlands zelfinkeer en verbijstering. Hij beschrijft dat ook een belangrijk verschil tussen mensen en dieren. Dus dieren worden de hele tijd geleefd door prikkels, externe prikkels of instincten. Maar mensen kunnen zich dus loskoppelen van die externe dingen, van de prikkels van buitenaf. Kunnen in zichzelf keren als het ware, om te gaan reflecteren op de dingen. En op die manier bijvoorbeeld ideeën en opvattingen werkelijk te overwegen. En daardoor onderscheid je je van de massa. Maar de massamens die doet dat dus niet. Daardoor blijft hij een onderdeel van de massa. Nog een paar dingen over hoe de massamens dan ontstaat. En iets over de mechanismes waarop Ortega beschrijft dat die eigenlijk tot stand komt. Een belangrijke factor daarin noemt hij de invloed van techniek. Want eeuwenlang, dus de hele geschiedenis van de mensheid eigenlijk, moest iedere verworvenheid van de beschaving, al het goede, moest met enorm veel moeite en persoonlijke opoffering en plichtsbetrachting en karakter moest tot stand worden gebracht en moest ook met die waarde in stand worden gehouden. Maar door die technologie, die heeft dus ons omringd met een bepaalde welvaart, wat heel goed is, maar daardoor zijn we nu omringd met een welvaart die heel vanzelfsprekend lijkt. Die lijkt eigenlijk spontaan te bestaan. Het moderne leven presenteert zich als een nieuwe horizon van kansen, van keuze en comfort, zonder existentiële beperkingen. En daardoor lijken die vrijheid en die welvaart zo vanzelfsprekend
dat het moeilijk wordt om überhaupt de noodzaak nog te zien van het belang van de noodzaak van het cultiveren van het innerlijk. En daardoor is er dus een soort vreemd verband volgens Ortega tussen primitivisme en techniek. Omdat je dus omdat massa mens denkt dat die beschaving even natuurlijk en spontaan is als een boom of de aardkorst. Dat is één mechanisme. Ten tweede, een ander mechanisme, het gaat om de hele basale ervaring van grenzen en beperkingen. Ze hebben natuurlijk altijd allemaal met elkaar te maken. Maar ook in de hele geschiedenis werd het menselijk leven altijd gekenmerkt door enorme fysieke en sociale beperkingen en grenzen. En dus het hele leven werd je vanaf het begin af aan werd je dat ingepeperd. Leven is overal tegen grenzen aanlopen en tegen beperkingen. Maar nu wordt zelfs de armen in onze samenleving in ieder geval, die beschikken over in zekere zin over comfort en medische zorg die veel, veel groter nog zijn dan die van graven en hertogen in de geschiedenis. En door al die welvaart zijn er dus geen dingen die hem van nature meer dwingen van kinds af aan om grenzen te erkennen. Dus dat brengt een soort radicale omkering teweeg van het verwachtingenpatroon. Want als alles kan, dan moet alles ook kunnen. En in plaats van dankbaarheid voor alles wat meevalt, krijgt dan een soort gestaltswitch waarbij je juist chagrijnig bent over alles wat niet helemaal perfect is. En zo krijg je die psychologie. En zo krijg je de massa mensen die psychologie van een verwend kind. Dus ongeduldig en onbescheiden en ondankbaar. Een derde mechanisme dat Ortega beschrijft is die taal van rechten die wordt gehanteerd in sinds de Franse Revolutie eigenlijk. Dus die moderniteit heeft iedereen rechten gegeven waar je niet speciaals voor hoeft te doen of kunnen of zijn. Die heb je gewoon. En dat is natuurlijk iets geweldigs, want het geeft iedereen een gelijk en zekere waardigheid. Het geeft ook een houvast. We hebben die mensenrechten. Het enige is dat het volgens Ortega y Gasset dus ook een mogelijk dubbel karakter heeft, omdat het mensen ook in zekere zin passief kan maken. En die nadruk op rechten kan zo ver worden doorgevoerd dat mensen gaan denken dat het enige is in het hele morele leven. Dus als een vrouw op straat uitglijdt of als wat er dan ook gebeurt, dat de enige reden om iemand te helpen of wat dan ook te doen is als iemand zelf daar recht op heeft. En die taal van rechten die legt dus heel erg sterk de nadruk op wat je moet ontvangen. En dat leidt dus af van mogelijk van wat je zelf zou moeten doen. En dat het morele leven en eigenlijk al het goede in de beschaving eigenlijk afhangt van plichten en deugden. En een vierde mechanisme dat bijdraagt aan de vorming van deze massamens is het gelijkheidsdenken. Of dus het is een risico dat Ortega beschrijft, is dat gelijkheid opnieuw iets geweldigs is. Maar gelijkheid heeft volgens Ortega vooral een waarde voor de stembus en voor de rechter. Daar zijn we gelijk. Maar op allerlei andere sferen van het bestaan van het leven, de hele fundamentele sferen, zijn we niet gelijk. En worden we zelfs gekenmerkt door een enorme ongelijkheid. En die taal van gelijkheid, waarschuwt hij, kan er dus toe leiden dat mensen niet alleen maar tevreden zijn met die gelijkheid in de politiek als politiek recht in een democratie, maar dat ze die gelijkheid overal willen gaan toepassen. Dus dat ze gaan denken dat ook gelijkheid is van ideeën of van onderbouwde en niet onderbouwde meningen. Gelijkheid van boeken of gelijkheid in het onderwijs tussen de leraar en de leerling op allerlei sferen waar die eigenlijk niet thuis horen. Dat zijn dus een aantal van de mechanismes die kunnen leiden tot de opstand van de massamens. Maar Ortega zegt, het zijn neigingen. Het is niet per definitie gezegd dat dat zal gebeuren. Er kunnen dus buffers worden opgeworpen. En dat is ook de taak van de filosofie. Om te voorkomen dat die massamens onder invloed van deze processen zal opstaan. Het enige probleem is dat hij dus schreef in een tijd waarin hij vond dat er een soort cultureel vacuüm was ontstaan. Waar Europa eigenlijk heel onzeker was over haar eigen rol en over de rol van de beschaving en de idealen die waren overgeleverd. En vandaar dat hij een van zijn oplossingen schetst is dus de vorming van een verenigd Europa. Omdat hij dacht dat zonder een nieuw groots meeslepend ideaal of een project voor zal de Europese mens ofwel ten prooi vallen aan lethargie of aan vatbaar worden voor de totalitaire verleiding. Daar wil ik het even van bij laten bij de inleiding. Ja. Ja, hartelijk dank, Diederik Boomsma, voor deze korte
Samenvatting. Je bent er natuurlijk ondertussen goed in thuis, dat is ook te merken. Fijn om even het kader, de man en zijn boek goed gehoord te kunnen hebben. We willen nu ook meer naar onze tijd rukken. En daarom graag de tweede spreker wil ik nu aankondigen. De rest van de sprekers ook. Zijn wij massa mensen wat meer naar ons ook misschien trekken in het gesprek straks ook met u en met hen. Ja, kom binnen, dat is de fotograaf. Martin Sommer, correspondent van de Volkskrant, hartelijk welkom ook in Parijs. Redacteur van de Volkskrant moet ik zeggen, correspondent in Parijs, onder andere eerder, schreef twee boeken over Frankrijk. Schreef ook een boek over de eerste hoofdredacteur, de eerste naoorlogse hoofdredacteur van de Volkskrant, Joop Luker. En heeft een column over onze tijd gewricht in de Volkskrant. Hartelijk welkom. We hebben jou gevraagd ook om een fragment te kiezen en te spreken daarover. Dankjewel. Ja, ik vrees dat ik voor een deel in herhaling zal vervallen met mijn voorganger. Maar dat kan misschien bij Ortega y Gasset geen kwaad. Mij was gevraagd om een fragment voor te lezen, iets wat mij trof in het boek, wat mij in zijn algemeenheid trof in het boek, was dat het, ik had het dus niet gelezen als puber, ik had er wel een soort beeld van opstand der horden inderdaad, en ik dacht, dit zal wel over het fascisme gaan, en ik moet eerlijk zeggen dat bij lezing dat ik blij verrast was door de aansluiting bij de actualiteit. En eigenlijk vooral blij verrast door de manier waarop het geschreven is. De frisse taal, de beelden die hij gebruikt. Een van de onderwerpen die mij erin frappeerde, daar zal ik zo direct nog wel iets meer over zeggen. Dat is zijn verhouding tot de geschiedenis. Want voor Ortega y Gasset was het dus ontzettend belangrijk dat mensen een band onderhielden met hun eigen geschiedenis. Dat was ook een van de contrasten die hij aangaf met, zoals Diederik net heeft gezegd, de mensenrechtenleer bijvoorbeeld. Bij de Franse Revolutie, een van de kenmerken van de Franse Revolutie, was dat men probeerde om radicaal een eind te maken aan de hele geschiedenis. En hij zei het net al, ik heb enige ervaring met Frankrijk. Het eerste wat je treft als je iets langer in Frankrijk verblijft, is dat er voor de Franse Revolutie geen Frankrijk bestond. En zo radicaal was die breuk. En hij probeert eigenlijk, een van de dingen die hij probeert in het boek, is de geschiedenis zijn rol weer terug te geven. Ik wil eerst een beetje water. En het fragment dat ik heb gekozen, even kijken hoor, heb ik het goede te pakken heb. Ja, dat gaat daarover. Dan moet ik ook nog kijken of ik het kan lezen zonder leesbril. In hun incontinente haast om vanuit een hypocriete edelmoedigheid met mensenrechten te strooien, hebben de revoluties altijd het meest fundamentele recht van de mens verkracht, vertrapt, verbroken. Namelijk datgene wat hem in wezen definieert, het recht op continuïteit. Het enige radicale verschil tussen de geschiedenis van de mens en de geschiedenis van de natuur is dat de mensen nooit helemaal opnieuw kunnen beginnen. Keuler en anderen hebben aangetoond dat de chimpansee en de orang-outang niet zozeer verschillen van de mens door wat men strikt genomen intelligentie noemt, maar doordat zij een veel slechter geheugen hebben dan wij. Die arme beesten worden iedere ochtend geconfronteerd met het feit dat ze bijna alles wat ze de vorige dag hebben beleefd alweer vergeten zijn. Waardoor hun verstand steeds maar een miniem aantal ervaringen heeft om mee te werken. Op een vergelijkbare manier is de tijger van vandaag precies dezelfde tijger als die van 6000 jaar geleden. Omdat iedere tijger altijd helemaal opnieuw moet beginnen met tijger zijn. Alsof er nooit eerder een ander is geweest. De mens daarentegen verzamelt en bewaart zijn eigen verleden. Omdat hij het vermogen heeft om zich het verleden te herinneren, maakt hij er gebruik van. Een mens lijkt daarom nooit meer op de allereerste mens. Hij begint het bestaan op een specifiek niveau dat een opeenstapeling is van alles wat vooraf ging. Dat is zijn unieke, zijn grootste schat, zijn privilege
en zijn wezenskenmerk. En de grootste rijkdom ligt niet in wat hem het meest passend en van waarde lijkt om te behouden. Het belangrijkste is juist de herinnering aan zijn fouten. Hetgeen hem in staat stelt om die niet steeds opnieuw te blijven herhalen. De ware schat van de mens is de schat van zijn dwalingen. Het grote reservoir aan vitale ervaringen die in de loop van duizenden jaren zijn neergeslagen. En daarom definieert Nietzsche zijn übermensch als het wezen met het grootste geheugen. Het verlangen om radicaal te breken met het verleden, om helemaal opnieuw te beginnen, is in feite het naapen van de orang-oetang en terug te vallen tot dienstniveau. En het doet mij dan ook deugd dat het een Fransman was, Dupont White, die omstreeks 1860 het lef had om te verklaren: de continuïteit is een recht van de mens. Het is een eerbetoon aan alles wat ons onderscheidt van de dieren. Nou, hieraan kun je om te beginnen zien dat hij geweldig goed kon schrijven, dus ik heb er van genoten. En wat Diederik net in zijn bescheidenheid is vergeten te zeggen, ik begrijp dat de meeste van u over de editie van Brouwer beschikken, maar je moet hem toch vooral in de nieuwe vertaling kopen. Zo direct kan dat na afloop in de bar. Nou, een paar algemene opmerkingen heb ik nu gemaakt. Nu meteen maar de kritiek. Hè. Het is niet alleen een fantastisch geschreven boek met mooie beelden, maar het is tegelijkertijd een duister boek. Hij was een volgeling van Nietzsche. Nou, daar hou ik niet zo van. Geen heldere definitie. Iedereen zal het zijne in dit boek kunnen lezen. Dat is misschien een kracht, maar dat is ook de zwakte. Want wat is nou precies die massamens? En niet toevallig maakte Johan Brouwer er de opstand der horde van. Dat hoorde bij de jaren 30. Nu zijn we in de jaren 10 of 15, waar zijn we? En Diederik is minder negatief. Die ziet in ons allemaal een potentiële massamens. Dus die plaatst deze massamens helemaal in deze tijd. Dat is natuurlijk ontzettend handig. Maar de vraag blijft natuurlijk hangen. Wat is die massamens? Wat is precies die opstand? Daar heb ik lang over zitten piekeren bij het lezen van het boek. Een opstand waartegen nou eigenlijk? Dat heeft Diederik net ook niet kunnen ophelderen. Ik las het zo. Hij heeft dezelfde thematiek als heel veel van de grote 19e eeuwse en begin 20e eeuwse denkers. Vanaf Tocqueville tot Weber en Tunis. Met die steeds terugkerende dichotomie van een samenleving die is gebaseerd op aristocratie naar een samenleving die is gebaseerd op democratie. Of van gemeenschap naar gezelschap. Van een landbouwsamenleving naar een industriële samenleving. Enfin, die overgang, daar is heel veel over geschreven met heel veel spanningen erbij. Wat hij ervan maakt, wat vooral voor hem telt, is dat de standaardsamenleving van de, eigenlijk voor de Franse Revolutie, en ik denk dat het in Spanje, maar ik ken Spanje heel slecht, in Spanje is dat waarschijnlijk langer doorgegaan tot eind 19e eeuw, die standaardsamenleving is opgeheven, alle burgers zijn gelijk geworden. En zoals Diederik net zei, met de welvaart erbij, betekent dat er onder de burgerij een sterk sentiment is gekomen van er zijn geen verplichtingen meer. Er zijn geen verplichtingen meer tegenover de heer in die oude standensamenleving of andersom van de heer tegenover de ondergeschikte. En daar kun je aan toevoegen wat bij hem eigenlijk impliciet is, er is geen kerk meer, dus er zijn ook geen morele verplichtingen meer ten opzichte van de priester of de protestantse kerk. En tegenwoordig, zover was hij nog niet, er zijn ook geen verplichtingen meer ten opzichte van de nationale staat. En dus zou je kunnen zeggen dat er in zijn algemeenheid in onze samenleving geen gezamenlijk gedeelde moraal meer bestaat. Er bestaat geen, en dat noemde Diederik net ook al, er is geen opdracht meer die wij allemaal delen. De welvarende mens is vrij, het leven is zinloos geworden. We moeten op zoek naar een nieuwe opdracht. Dat is eigenlijk de boodschap van dit boek. En wat dat betreft is het, denk ik, erg verwant aan het existentialisme van de jaren 50 en 60 in Frankrijk in de vorige eeuw. En ik las bij de mooie inleiding van Diederik dat Camus dit een buitengewoon goed boek vond. De massamens is dus een dolende mens. Maar tegelijkertijd
is het een dolende mens die heel tevreden is met zichzelf. En die opstand, als ik het goed begrepen heb, en als ik het niet goed begrepen heb, dan hoor ik het wel. Die opstand is niet speciaal gericht tegen iets. Het is meer de opstand van de grote mond. En ik zou het vertalen, en mijn opdracht is om het te vertalen naar de hedendaagse tijd. De meest karakteristieke uitspraak is, dat is jouw mening. En dat wil zeggen, dat komt wel in dit boek voor, er is geen erkenning meer voor expertise, er is geen erkenning voor gezag van welk soort dan ook. En er is ook eigenlijk geen erkenning voor iets dat groter is dan jezelf. Dat gaat twee kanten op, die van de jaren 30. En inderdaad ligt het voor de hand om in die periode te denken aan het fascisme. En nu zouden we misschien geneigd zijn om te spreken over populisme. Ter Braak was een bewonderaar en die typeerde het fascisme van toen. Ik denk ook in navolging van Ortega y Gasset, maar dat weet ik niet zeker. Die typeerde fascisme als brullen en in auto's rijden. Eerst ik en zoek het verder uit. En die auto's die waren natuurlijk nog vrij nieuw toen hij het boek schreef, maar die komen inderdaad regelmatig in dit boek voor. Het komt overeen met de typering die we vandaag graag gebruiken voor het populisme. En ik zou zeggen, populisme is niet verder kijken dan je eigen neus lang is. En daarbij kom je, denk ik, voor de tegenwoordige tijd allerlei typeringen tegen die je zo op de sociale media kunt plakken. Het getier, het geschreeuw en inderdaad, dat is jouw mening. Het vulgariteit als recht. En ik vermoed zomaar dat Francisco van Jolen daar zoiets over gaat zeggen. Maar die andere kant van de medaille, die is misschien onverwachter en die vind ik daarom interessanter, verrassender. En dankzij dit boek heb ik het idee dat het postmodernisme de andere kant van die populistische medaille is. De massamens is ook een postmoderne mens. Hij duldt geen waarheid aangezien er geen norm is die groter is dan jezelf. Alles kan en er is geen maat behalve gelijkheid. Alle verschillen, en dan met name historische verschillen, worden teruggebracht tot machtsverschillen. Historische verschillen bestaan immers niet. De massamens is de mens die respect eist voor zijn eigenheid. Het kan ook zijn voor zijn anders zijn. Maar, schrijft hij, voor dialoog moet je criteria, dus voor echt debat, voor een gesprek, moet je criteria accepteren die groter zijn dan jezelf. Je moet accepteren dat er wel een waarheid is. Je moet accepteren dat argumentatie aan regels voldoet. Hoe moet je luisteren naar een ander als de waarheid niet bestaat? Als er alleen nog maar zenders zijn en geen ontvangers. En het is natuurlijk niet zo in deze tijd dat de moraal is afgeschaft. Elke radiospot doet zijn aanspraak op uw geweten. Maar welke moraal is dat? Dat is de vraag. Bij de postmoderne massamens hoort een rechte moraal, dat heeft Diederik net ook al gezegd. Er mogen geen slachtoffers zijn. En net als bij zijn grote voorganger Tocqueville worden door Ortega de mensenrechten geproblematiseerd. Mensenrechten komen uit de lucht vallen. Mensenrechten krijg je uit het niets. En die horen dan ook bij de postmoderne massamens. En omdat er geen geschiedenis meer is, ook dat heeft Diederik net al gezegd, want die is afgeschaft immers met de Franse Revolutie, is er geen bescheidenheid meer, geen dienstbaarheid, alleen maar opstandigheid en grote monden. De belangrijke vaststelling even tussendoor, het ontbreken van ernst in deze samenleving. Er lijkt niets meer op het spel te staan, want de welvaart van ons spreekt voor zich. Je aanspraken hou je immers toch wel, en ook dat is wat mij betreft herkenbaar. Ook dat vind je terug in de sociale media. Heel veel is onoprecht. Wie meent er wat hij zegt? Er staat toch immers niks op het spel? Je hoeft toch niet te kijken naar wat de consequenties zijn? In de economie heet dat tegenwoordig moral hazard. Dat kennen we sinds de crisis heel goed, dat woord. En dat betekent, een ander lost mijn probleem wel op. Dat merk je in het groot op dit moment in Griekenland en de discussies over de euro. De massamens is iemand die free riders gedrag veronderstelt. Ze betalen het toch wel. Wat stelt Ortega daar tegenover? Om te beginnen, het citaat, de geschiedenis.
Ook een citaat: door de geschiedenis worden we wat we zijn. De mensenrechten, dat is een religieloze of een goddeloze religie, maar het is een abstractie. Het werkelijk leven speelt zich af in de concrete samenleving. Men heeft, en dat slaat weer op die afwezigheid van de geschiedenis, en voor mij is dit een heel essentieel ding. Men heeft eigenlijk geen oog voor de kwetsbaarheid van de samenleving waarin wij allemaal leven. Dat die samenleving pakweg in Nederland in 3-4 eeuwen is opgebouwd. De massamens denkt, wij kunnen daar in allerlei soorten maten van maakbaarheid aan doen wat we willen. Dit stort toch niet in elkaar. Hij gebruikt ook hier weer het voorbeeld van de auto. Hij zegt, drie eeuwen van techniek en liberale samenleving zijn voorafgegaan aan de kunde van het in elkaar zetten en het bedenken van een auto. En de massamens is niet in staat om zich dat te realiseren. Hetzelfde geldt natuurlijk, maar dat woord bestond ook niet, voor de verzorgingsstaat. Dan is een remedie voor dit probleem, inderdaad Europa. Ik kwam dat eigenlijk in de stukken over Ortega en Gasset niet veel tegen. Dat vond ik wel interessant, want ik was daardoor verrast, Europa. Zijn redenering is eigenlijk, wij zijn op zoek naar een nieuwe opdracht in de samenleving. Vermoeide naties in Europa, zelfde terminologie die nu wordt gebruikt, ook toen al in de jaren 30. Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Exact dezelfde redenering als nu. Economisch gezien worden de staten te veel beperkt door hun grenzen, terwijl ze moreel gezien zijn opgesloten. Dat was een redenering. En wij moeten opgaan in een groter geheel. We moeten een grotere gedachte weer krijgen. Dan kunnen we ontsnappen aan dat lage massamenschap. En de opdracht, en dat is wat mij betreft een hele begrijpelijke redenering. Zo is volgens mij de Europese Unie ook opgezet in de jaren 50. De Europese solidariteit als opdracht. Monet, de grote Monet van Schuman en Monet. De basis van Europa was solidarité de fait. Feitelijke solidariteit, concrete solidariteit. Zonder enige twijfel had Monet ook Ortega gelezen. Maar het interessante is juist, en daarom had ik zo dolgraag deze meneer vandaag aan de dag nog eens gesproken, dat juist de kwalen die hij in zijn boek aanstipt, naar mijn smaak, tegenwoordig zo goed in Europa kunt terugvinden. Het Europa van Ortega y Gasset is niet het Europa geworden wat wij vandaag aan de dag tegenkomen. Een paar dingen achter elkaar. Het idee dat je een samenleving, dus een Europese samenleving, in elkaar kunt zetten zonder rekening te houden met de geschiedenis. Dat is toch wel een probleem waar we tegenaan lopen. De hoge toon die wordt gebezigd in het Europees Parlement en daaromtrent, als je het waagt om een historisch tegenargument te noemen tegen de verdere Europese integratie. Terwijl Ortega, zoals ik net zei, schrijft over het recht op continuïteit. Het gebrek aan serieusheid ook in het Europarlement. Men denkt dat die samenleving het afschaffen van grenzen probleemloos kunnen opvangen. Het absorptievermogen aan de orde stellen voor vreemdelingen is in Brussel taboe. Cultuurverschillen bij het instellen van de euro merken wij ook nu volkomen genegeerd. En ook het free riders gedrag waar ik het net over had, of moral hazard, hoort zowel bij de massa mens van toen als bij de Europeaan van nu. En die Ortega die zijn eigen uitgangspunt negeert, dat ook een morele opdracht moet groeien en niet gedecreteerd kan worden. Tot slot. Ik moest in verband met dit boek aan twee uitspraken denken. Niet toevallig allebei historici. De eerste was Johan Huizinga. Hij was bevriend met Ortega en ik begreep van Diederik, zijn inleiding, dat die ook bij hem in Oegstgeest heeft gelogeerd. Huizinga schreef in Nederlands Geestesmerk, dat was in 1935, dat was een korte typering van het Nederlandse volkskarakter. En ook hij schreef over de vraag wat onze opdracht was. Hij had het toen over de opdracht, de specifieke opdracht voor Nederland uiteraard. En zijn antwoord was: wij zijn satisfait
En we zijn verplicht het te blijven. Satisfait. Een tevreden natie, zou je kunnen zeggen. Maar hij bedoelde niet een zelfingenomen natie. Mijn vertaling voor nu zou zijn een burgerlijke, nog altijd tamelijk ontspannen samenleving. Tamelijk gelijkwaardig, zeker gelijkwaardig, gelijkmatig, niet te veel opwinding. En we zijn het er intussen allemaal wel over eens dat die samenleving in Nederland onder druk staat. Maar het is een fantastische kwaliteit en het is onze opdracht om het te blijven. En de tweede is van Wiardi Beckman. Vooraan staat sociaaldemocraat, zoals u weet, gestorven in Dachau in 1945. Een paar jaar geleden verscheen er een artikelenbundel met stukken van zijn hand van de Wiardi Beckman Stichting. Met als titel en als opdracht, ook hier een opdracht aan de samenleving, onszelf blijven. En hij bedoelde ongeveer hetzelfde als Huizinga. Dit land is in 4 eeuwen opgebouwd. En niet alleen de dijken en de waterschappen, maar ook de omgangsvormen en de gebruiken. Laten we zorgvuldig omgaan met het erfgoed en het niet vergooien aan langskomende marskramers. Niet aan die van het populisme, maar evenmin aan de postmodernisten voor wie elke samenleving lood om oud ijzer is. Laten we onszelf blijven. Dankjewel. Hartelijk dank, Martin Sommer, voor deze boekbespreking op zeer hoog niveau, die inderdaad ons helemaal deze tijd ingetrokken heeft. Europa, de grote mond, de social media. Hartelijk dank. Ik introduceer graag de volgende spreker, Joram Stijn. Hartelijk welkom, filosoof ook. Studeerde filosofie en politicologie in Amsterdam en in Berkeley. Hij schrijft over filosofie in Trouw. Daarnaast geeft hij overigens ook filosofie aan het Montessori Lyceum hier in Amsterdam. Wat buitengewoon nuttig is in het bestrijden van de massa mensen om scholieren bij te brengen. Wat filosofie is. Het vertaalde ook Leven aan de Onderkant van Theodor Dalrymple samen met Chris Rutenfrans, die volgens mij hier vanavond ook is andere redacteur van Volkskrant. En schreef het Filosofisch Elftal en hij schreef ook een boek over stoppen met blowen, wat ik als Amsterdammer heel herkenbaar vond, opgegroeid en getogen in Amsterdam. Hartelijk welkom, Joram Stijn. Dankjewel. Ik vond Ortega y Gasset lezen een feest van herkenning. En ja, dat kan misschien liggen in zijn vaagheid. Hè, dat is de kritiek. Maar dat weet ik toch niet. Dat vraag ik me af. Ik vond het toch wel een profetisch boek toen ik dat las. Omdat ik dacht, geschreven in 1930. En ik begin maar meteen met een klein stukje uit het eerste hoofdstuk over de massamens. Waar hij het heeft over dat we zien steeds grotere getalen aan mensen komen steeds grotere getalen opdraven op straat in het museum, het Rijksmuseum denk aan en ik dacht ook van de geschreven in 1930 en toen dacht ik aan mijn ouders die in de jaren 50 reisden door Europa. Mijn vader die wandelde door Frankrijk en mijn moeder die ging naar de eindexamen naar Griekenland. En die moest zich daar. En er was zoiets als massatoerisme, dat bestond niet. Je ging dan naar een ander land, dan moest je de taal spreken. En het was niet zo dat je in een gespreid bedje terecht kwam. En nu, de wereld is, ja, wat Ortega schrijft, het is eenmaal ingesteld voor de massa. En dat is zo dat, ook zo dat je, waar je ook naartoe gaat. Ja, je stapt altijd in datzelfde warme bad, waar alles voor je klaar staat. Alles is helemaal klaargezet voor de massamens. En wat is daar nou het probleem van? Ik vind het ook heel herkenbaar omdat ik in het onderwijs zit. En dan zeggen leerlingen wel eens van ja, waarom moet ik dat weten van de een of andere Plato? Waarom moet ik daar alles van weten? Ja, en je dacht dat het gewoon filosofie is, gewoon je eigen mening geven. Nou, ik ben ook wel met ze eens. Ik ben erg geïnteresseerd in
Ik ben erg geïnteresseerd in naar hun. Ik wil graag weten wat hun mening is. Dus, maar wat blijkt dan, en dat is dan ook een beetje een reactie op dat populisme. Ja, het blijkt heel vaak dat de leerlingen die ik lesgeef zijn geen populisten. Ze hebben keurige opvattingen. Maar zijn ze doordacht? Nee, ze hebben die opvattingen als het ware overgenomen omdat hun ouders dat hebben gezegd, omdat ze dat ergens gelezen hebben. En juist bij filosofie is daar het moment om daar eens over na te denken. Klopt dat wel? Is dat, niet dat ik ze, bij middel van natuurlijk een oud verwijt tegen de filosofen, om kinderen op te zetten tegen hun ouders, zoals door Aristophanes betoogd wordt in de Wolken, dat Socrates dat zou doen. Maar dat is niet mijn bedoeling. Wat ik bedoel is gewoon om na te gaan of de meningen die ze hebben, of ze die ook als ze daar langer over nadenken nog steeds blijken te kloppen. En ik vind dus het verwijt van populisme vaak het verwijt van de ene massa mens die niet eens is met de andere massa mens. Ik vond het boek een profetisch boek, omdat ik dacht van ja, in 1930 was nog eigenlijk veel minder voorspoed, veel minder massa productie, massa consumptie als in onze verwenmaatschappij, waar je toch alles, en we lopen nooit tegen een grens aan. Ik doe een, het grappige was ook dat ik vond het ook grappig omdat ik sommige dingen herkende van een auteur waar ik mijn proefschrift over schrijf, Spinoza, die in heel veel opzichten haak staat op Ortega, een hele andere tijd, heel andere, hoe moet je dat zeggen, heel andere temperament, Spinoza. Veel rationeler, rustiger, niet zo van het grote gebaar, precies. Maar in de Ethica, in het aanhangsel van het eerste deel, schrijft hij over dat de mensen toch altijd, dat de mensen lijden aan een hardnekkig onwetendheid. En die onwetendheid bestaat er onder andere uit dat ze denken dat alles er voor hen is, dat alles gemaakt is voor hen. De zee is er voor vis, met vissen voor hen, de lucht is er om te ademen. Eigenlijk is de hele wereld neergezet voor de mens. En daar, ja, zo'n beetje zoals ook natuurlijk uit het scheppingsverhaal lijkt op te gaan. Hè? Dus de mens als de kroon op de schepping, alles is klaargezet voor de mens. De koning die van alles mag gaan genieten. Maar dat is dus een soort van egocentrisme. Dat de mens waant zichzelf als het middelpunt waar alles om draait en alles voor bedoeld is. En toen ik dat zei Spinoza in de 17e eeuw. Wij leven in de 21e eeuw. En natuurlijk is er nog veel meer dan toen. Is de wereld er een waar we eindeloos, waarin lijkt dat alles er alleen maar is voor, om mij gelukkig te maken. Dat is de wereld waarin kinderen opgroeien. En dat is best wel lastig om ze dan ook les te geven. Om ze dan ook als het zo is, wat ik wel herken van Ortega zegt, ja, van wat net ook Martin Sommer treffend zei, van, dat is jouw mening. Als er geen standaard is van kwaliteit, van waarheid, dan is het best wel lastig om als docent te zeggen, ja, ik ga toch wel van, we gaan nu Plato of Kant bestuderen. Want waarom zou je dat moeten weten? Als ik, kijk, ik heb ontzettend lieve leerlingen hoor, ik hou van ze. Maar soms dan ben ik ook wel eens boos. En dat heb ik dan wel eens als het bijvoorbeeld iemand geen idee blijkt te hebben wat het verschil is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Geen idee. Ik zeg, maar dan begrijp je niks van onze cultuur. Ja, maar dan kijken ze hem echt aan van, wat is dat voor een mafkees? Waarom wordt hij nou boos? Ik bedoel, van alsof het iets ergs is om dat niet te weten. Alsof het op de een of andere manier verwijtbaar is. Dat is echt een gedachte die nooit is opgekomen. Wat ze ook heel moeilijk vinden, is als ik soms zeg, dat was echt niet goed wat je gedaan hebt. Dat was echt heel slecht eigenlijk. Dit was niet goed, dit klopte niet, je hebt er van afgemaakt. Heel veel leerlingen die ik heb, hebben nog nooit kritiek gehoord. Ze hebben vanaf hun eerste jaren altijd applaus gehad bij alles wat ze deden. En dat is wel, dat is waarschijnlijk uit liefde gebeurd. Ik zie het ook bij mijn kinderen. Ik heb ook kinderen en dan is het ook van, goh,
Wil je een bruine boterham of een witte boterham? En wil je dan je boterham met hagelslag of met pindakaas? Soms dan hoor je jezelf ook wel eens praten. En dan denk je, wat zit ik nou te onderhandelen met een kind van 3? Dat is zeg maar de toestand waar we ons in bevinden. Ik lees een stukje voor. Als ik het kan vinden, ja. Voorheen was de wereld, zelfs voor de rijken en machtigen, een plek waar armoede, moeilijkheden en gevaren altijd op de loer lagen. De wereld waar de nieuwe mens in opgroeit, zet op geen enkele manier aan tot zelfbeperking. Deze wereld lijkt nooit nee, kan niet of mag niet tegen hem te zeggen, maar wakkert zijn verlangens juist aan. In theorie kunnen die tot in het oneindige doorgroeien. De wereld van de 19e en vroeg 20e eeuw biedt niet alleen enorme middelen en mogelijkheden, maar, en dit is heel belangrijk, zij vervult hem ook met de zekerheid dat het leven van morgen nog rijker aan middelen en mogelijkheden zal zijn. Alsof de groei vanzelfsprekend tot in het oneindige zal doorzetten. Ondanks signalen dat dit rotsvaste vooruitgangsgeloof hier en daar barsten begint te vertonen, twijfelt nog steeds bijna niemand eraan dat auto's over 5 jaar weer comfortabeler en goedkoper zullen zijn dan nu. Men vertrouwt erop met hetzelfde vertrouwen dat de zon morgen weer opkomt. Die gelijkenis is passend, want geconfronteerd met deze in technische en sociale zin zo perfecte wereld, gelooft de massamens dat die puur natuur is. Hij staat nooit stil bij de briljante inspanningen die allerlei hoogstaande individuen hebben geleverd om dat mogelijk te maken. Het idee dat al die verworvenheden afhankelijk blijven van moeilijk te verkrijgen menselijke deugden en dat het hele schitterende bouwwerk snel zal instorten als die verslappen, staat zelfs nog verder van hem af. Dat brengt ons ertoe om aan de psychologische schets van de huidige massamens 2 elementen toe te voegen. De onbeperkte uitbreiding van zijn wensen en verlangens, met andere woorden van zijn persoonlijkheid, en zijn radicale ondankbaarheid ten opzichte van alles wat zijn comfortabele leven mogelijk heeft gemaakt. Samen vormen deze 2 karaktertrekken de bekende psychologie van het verwende kind. De bekende psychologie van het verwende kind. Hier stelt Ortega, naar mijn idee, de diagnose. Wij zijn massa mensen, dat wil zeggen, wij zijn door en door verwende kinderen. Opgroeiend in een grote, extreem grote welvaart, historisch ongekend in een periode van vrede. En door die welvaart en door die vrede zijn we vergeten om bepaalde, of het is niet meer nodig geweest, om bepaalde karaktereigenschappen in onszelf te ontwikkelen. Waarvoor moet je moedig zijn? Waarvoor moet je leren omgaan met gebrek? Te weinig als er altijd meer dan zat is. Waarom moet je enorm je best doen als het toch wel goed komt? Al die deugden die verdwijnen uit. Dus wat nodig is, denk ik, in de remedie van Ortega, is niet alleen een politiek project, waar Martin Sommers over had, Europa, maar bovenal opvoeding, onderwijs en dat doet me zeer deugd, filosofie. Want dat was een stukje wat uit dat andere boek, wat Diederik al net noemde. El Hombre y la Gente, is dat het? Gente. Excuseer mijn Spaans. Dit is een stukje uit de inleiding van Diederik, waar hij naar dat boek refereert. Ook de filosofie zelf is een heroïsche onderneming. Sterker nog, het filosofische leven is bij uitstek heroïsch. Het is een avontuur om de realiteit met open vizier tegemoet te treden. Juist door je periodiek eruit terug te trekken. Ortega beschrijft 2 manieren waarop de mens kan omgaan met de wereld. En dan komt het hoor. Dan komt mijn Spaans wordt weer op de proef gesteld. Ensimismamiento en alteración. Oftewel, zelfinkeer en verbijstering. De mogelijkheid tot zelfinkeer is iets wat mensen van dieren onderscheidt. Zo schrijft hij in De Mens en de Mensen. Dieren worden geleefd door een prikkels uit een omgeving. Ze zijn nooit in zichzelf gekeerd, maar voortdurend op een kivive, gespitst op gevaar, in beslag genomen door angst of honger. Ze leven daardoor niet uit zichzelf, maar overrompeld door de buitenwereld. Honden en katten vallen zonder externe prikkels meestal in slaap, of liggen maar wat te suffen. Dat krijg je ervan als je nauwelijks een innerlijk leven hebt. Vele duizenden jaren van cultuur
hebben mensen echter geleerd om zich in zichzelf terug te trekken en in alle rust de dingen te overpeinzen, met zichzelf in het reine te komen, te formuleren wat zij nou werkelijk denken en geloven. Natuurlijk zijn zij ook gebonden aan hun omstandigheden, maar anders dan de dieren kunnen zij zich bevrijden uit de slavernij van de dingen. Nou, hier lees ik ook opnieuw Spinoza. Spinoza die in zijn ethica drie kensoorten onderscheidt. En de eerste is de verbeelding, imaginatio, die niets anders is dan voortdurend indrukken krijgen van buitenaf. En dat is de wereld van nu voor mijn leerlingen, is dat dus voortdurend geprikkeld worden door de Instagram, WhatsApp, alles wat op hen afkomt, voortdurend. En je daaruit bevrijden, is het bevrijden. Je kunt je daar nooit helemaal uit bevrijden. We hebben de verbeelding heel hard nodig, anders kunnen we niet autorijden en al die andere dingen niet doen die heel belangrijk zijn. Maar gedeeltelijk ons eruit te bevrijden, is dus een eigen innerlijk kweken, of een eigen innerlijk ontdekken. En dat, ja, ik herken zoveel goeds in Ortega dat het me niet echt lukt om nog hele nare dingen erover te zeggen. Misschien kan ik zo nog iets bedenken. Ja. Maar ik laat het hier maar even bij. Dank jullie wel. Hartelijk dank, Joram Stijn. Voor ook de link naar het onderwijs. De vierde spreker die wij gevraagd hebben is Francisco van Jolen. Hij heeft zich gespecialiseerd ook wel in internet, maar hij is ook misschien wel de meest effectieve opiniemaker van de VARA. Hij is hoofdredacteur van de opiniewebsite joop.nl. Hij was ooit ook vaste medewerker van de Volkskrant. Hij maakte programma's voor Omroep Link, voor de Tros Radio. Nou, hij is een zeer ervaren opiniemaker. Televisieprogramma De Leugen regeert, herinnert u zich vast ook nog allemaal wel. En daarbij, hij was ook een van de eerste, ik denk niet de eerste, maar in ieder geval een van de eerste Nederlandse twitteraars, tweeps. En dat is een onderwerp wat in mijn ogen in ieder geval ook wel erg aansluit bij Ortega y Gasset. Hartelijk welkom, Francisco van Jolen. Ja. Dank u wel. Voor u staat een massamens, volgens Ortega y Gasset. Ik ben een massamens, want ik ben niet dankbaar. Ik zou niet weten aan wie ik dankbaar zou moeten zijn of aan wat. Het zou niet in me opkomen, behalve dan voor als iemand de deur voor me openhoudt of zo. Concrete daden, maar hè, mijn existentie, mijn bestaan, ik zou niet weten wie ik daarvoor dankbaar zou moeten zijn. Ik ben niet bescheiden, absoluut niet. Sterker nog, als het dat wel zou zijn, zou ik deze uitnodiging niet geaccepteerd hebben. Want voordat ik de uitnodiging kreeg, had ik nog nooit van Ortega y Gasset gehoord. He? Dus als je vindt dat je dan toch het publiek kan gaan toespreken over een man waarvan je eigenlijk niet eens wist dat hij bestond. He? Dat is eigenlijk, ik ben journalist. Journalisten vertellen meestal tegen mensen dat iemand is overleden waarvan ze van tevoren niet wisten dat ze bestonden. Nou, dat is een van de belangrijke taken van journalistiek. Dus ik wist niet dat hij bestond, dus ik heb het erin verdiept. Dat vond ik ook leuk. Ik dacht, nou, oké, het is vast wel interessant. En dat bleek inderdaad ook wel zo. En het andere keer dat ik aspect ben, waarom ik een massamens ben, ik heb nergens echt verstand van. Ik ben geen expert. Ik weet eigenlijk niet zoveel. Een beetje van alles. Ik kan dat met elkaar knopen. Ik snap ongeveer wat alle andere massa mensen ook niet weten. Dat is eigenlijk een beetje mijn belangrijkste taak. Ik schrijf over technologie. Niet omdat ik verstand heb van technologie. Absoluut niet. Ik weet er eigenlijk helemaal niets vanaf. Maar ik snap wat al die andere mensen ook niet weten. En daardoor kan ik ze dan toch nog een beetje wegwijs maken. Zoals je zeg maar op straat, stel dat je nog de weg zou vragen, dat doet natuurlijk niemand meer dankzij de zegeningen van de technologie. Gelukkig hoef je nooit meer iemand dankbaar te zijn hè, dat hij je vertelt hoe je ergens moet komen. Je vraagt de weg, maar dan vroeger deed je dat dan nog wel in de tijden van de Ortega y Gasset. En dan vroeg je de weg aan iemand en die wijst dan de weg. En dan kan je beter iemand hebben die bekend is in de stad dan dat je dat vraagt bijvoorbeeld aan een expert op het gebied van natuurkunde of zo, die jou wel kan uitleggen waar alle atomen gerangschikt zijn, maar waar je voor de rest helemaal niets aan hebt. Ik heb het boek gelezen. Het is, ik kan u verzekeren, het is een leuk boek. Het is een heel nostalgisch boek. En ook als je dit boek leest, dan bewijst dat ze weer. Nostalgie was vroeger veel beter. Hè? Dus hij is eigenlijk daar veel beter in. Dat, je ziet nu wel eens nog, er zijn, u hoorde vanavond ook weer allemaal nostalgische mensen. Dat is heel goed. Dat is natuurlijk leuk. Maar eigenlijk, Ortega y Gasset steeg daar met kopperschouders bovenuit. Want, ja, vroeger was de nostalgie nu eenmaal beter. Ik ben iemand van internet. En internet heeft in zich iets bijzonders, namelijk, het doet niet aan nostalgie.
Dat is eigenlijk, de hele technologie doet niet aan nostalgie. Bij auto's heb je dat nog wel. Er zijn mensen die trots zijn dat ze in een oldtimer rijden. Die gaan ze dan spoetsen. Kijk eens oud, dus dat is bijzonder dat ik dat heb. Dat zie je eigenlijk nooit met computers. Ik ben althans nog nooit bij iemand thuis geweest. En dat er dan een IBM uit 1987 staat. Dus ik dacht, heerlijk, fantastisch. Hè? Daar kan ik nou echt op werken. Ik word niet gestoord, wat dan ook. Dat kom je, of dat iemand met een floppy disk nog ergens op staat of zo. Dat kom je eigenlijk nooit tegen. Mensen willen in de wereld van de technologie steeds nieuwer, steeds beter. En vergeten dan snel hoe dat vroeger was. En dat is maar goed ook, want waarom zou je je daar nog mee bezig moeten houden? Ik kan je zeggen, dat is meestal nutteloze kennis. Ik ben internetjournalist. Ik was ooit dat zijn mijn enige wapenfeit puur per ongeluk gebeurd. Dat moet je helemaal niks. Dat heeft niet aan mij te danken. U moet mij ook niet dankbaar zijn, zoals ik u ook niet dankbaar moet zijn. Maar ik liep bijvoorbeeld toevallig tegen internet op toen dat een beetje naar boven kwam. En ik begon daarover te schrijven, omdat ik niks anders te doen had. En dat werd een groot succes. En ik legde dus aan mensen uit wat internet was, die niet wisten wat internet was. Dat is altijd interessant, hè? Dus mensen, er was een tijd, nog niet zo heel erg lang geleden, misschien kunt u zich dat nog herinneren, dat mensen zich niet konden voorstellen wat internet was. Dus ik was altijd heel erg lang bezig om voor zaaltjes zoals dit uit te leggen wat internet dan was en wat het dan. En dan konden afloop konden mensen vragen stellen. Nou, waar heeft u dan vragen over? We gaan de kennismaatschappij maken, u gaat nu alles weten wat u wilt weten, blablabla. Wat wilt u? De vraag was altijd: wat is een modem? Wat is een modem? Want met een modem kon je op internet komen. Nou, dat was eigenlijk daar heb ik de meeste tijd in geïnvesteerd om dat de mensen duidelijk te maken. Nou, ik durf te wedden, u weet zelfs niet eens meer of u een modem thuis heeft, ja of nee. Laat staan wat het is. Dus, misschien weet u toch wel dat het iets van vroeger was, maar u heeft het vast niet meer thuis, dus u heeft het ook niet meer nodig. Totaal nutteloze kennis, die vergaarde mensen. Dus het is goed dat we die kennis vergeten. Hè? Het verleden moeten we achter ons laten. Ik zal een stukje voorlezen. Ik werd wel getroffen door het boek, want er toch een heleboel dingen in stonden waarvan ik dacht, nou, dat zijn toch aardige opvattingen voor iemand uit 1920. Ik zal een stuk voorlezen wat mij trof. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de publieke opinie van een volk niet over de basale informatie beschikt om over majeure kwesties in eigen land een oordeel te kunnen vormen dat overeenstemt met de realiteit die wordt beoordeeld. Maurice de Hond had het zelf kunnen zeggen. Over details en zaken van secundair belang kan men zich vergissen, maar het is niet geloofwaardig dat de reacties van een volk er in de kern van de zaak volledig naast zitten. En zo ver van de werkelijkheid afstaan dat ze elkaar bijten. Want als ze elkaar wel bijten, dan krijgt de publieke opinie een giftig karakter. Dat gaat over het binnenland. In het binnenland weten wij allemaal precies hoe de wereld in elkaar zit. Daar kunnen we ons niet in vergissen, zegt hij. En dan komt hij. Precies het tegenovergestelde is echter het geval als het gaat om de opvattingen van een land over wat er in een ander land aan de hand is. Het is uiterst waarschijnlijk dat de publieke opinie in dat geval niet overeenstemt met de realiteit. Volk A denkt en vormt zijn mening op grond van zijn eigen bodem aan vitale ervaringen die anders zijn dan die van volk B. Hoe zouden er dan geen misverstanden kunnen ontstaan? Dat verschil vormt een van de belangrijkste oorzaken voor de onvermijdelijke misinterpretaties die alleen met grote moeite kunnen worden bestreden, namelijk met voldoende informatie. Wat in dat geval ontbreekt, is de waarheid zoals die daadwerkelijk wordt geleefd. En dat betekent dat de uitdaging is om die te vervangen door een waarheid die berust op werkelijke feitenkennis. Nou, dat sprak mij erg aan, want dat is eigenlijk nog steeds zo. Hè. We kunnen dus mensen in Nederland, wij weten precies hoe de situatie in Nederland is. Maurice de Hond die laat ons dat elke zondag weten. Daar zit geen spatje verkeerd in, altijd goede oordelen. En het buitenland, daar weten wij natuurlijk niet zoveel in. Het buitenland is namelijk een van de prettigste discussieonderwerpen die er nog steeds zijn. De laatste tijd is er, omdat we nogal veel met het binnenland bezig waren, is de aandacht daar wat voor gelegd. Gelukkig komt die weer terug. Mensen raken weer wat meer geïnteresseerd in het buitenland. En het buitenland, het fijne van buitenlanddiscussies, is dat ze consequentievrij zijn. Je kunt er alles over vinden, je kunt er alles over roepen. Je kan er nooit op aangesproken worden en het heeft nooit gevolgen voor je. Je kan, als je iets vindt van de situatie in Nederland, dan word je geacht daarna te handelen. Maar als ik iets vind van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ja, kan ik me dat makkelijk veroorloven. Want ik hoef niet eens te stemmen, dus laat staan dat het gevolgen zijn. Dus het buitenland, en dat zie je nu ook wel een beetje, dat het buitenland dan vaak de binnenlandse discussie binnenkomt. Dus er wordt ook nu in het binnenland veel gesproken aan de hand van het buitenland. Dat even ter zake. De Ortega y Gasset is natuurlijk dit is de man die de experts op een voetstuk plaatst. De experts, dat zijn de mensen die het weten. De massamens met al zijn onkunde, die komt natuurlijk niet verder.
het idee van de wisdom of the crowds, waar ik zelf een beetje kritisch over ben, was toen nog niet uitgevonden. Maar het feit is wel, door de discussie over wisdom of the crowds, zijn we erachter gekomen dat experts, heel gek, er vaak ook naast zitten. Dat is een kenmerk van een expert, is, anders ben je eigenlijk geen expert, kan het niet worden, is dat je er vaak naast zit. Dat is natuurlijk een voorbeeld van vooruitgang. Je gaat alleen maar vooruit als je het af en toe mis hebt. En een goed voorbeeld daarvan, als we het hebben over buitenland, was dat alle experts zeiden dat we Irak moesten aanvallen. Dat een goed is, want daar zaten massa vernietigingswapens. Ik was zelf niet tegen die oorlog, omdat bijvoorbeeld Coco Lijn, een groot expert die ik zeer waardeer van de Verenigde Staten, zei, ja, we kunnen er toch wel van uitgaan dat die massa vernietigingswapens, die zijn daar. Nou, als ze die hebben, dan is het toch logisch dat we ze plat bombarderen. Dus ik was daar niet tegen. En achteraf bleek toch dat die massa's op straat, die mensen die daar met al hun onwetendheid met z'n tienduizenden straat op gingen om te protesteren, dat die toch wel erg veel gelijk hadden. Het is op zich wat Ortega y Gasset doet, is natuurlijk, de wereld is in verval, het gaat steeds slechter, dat zie je steeds vaker. Ik kan u aanraden, als u zegt van nou, hij heeft volkomen gelijk, dan moet u ook Andrew Keen lezen, een internetfilosoof, mag ik zeggen, criticus. Hij heeft een boek geschreven, The Cult of the Amateur, daar is veel over gedaan, dat eigenlijk de hele wereld gaat naar de malle moer door dat internet, want er komen allemaal mensen op, hobbyisten, die de experts aan de kant schuren. Dus professionaliteit, daar is geen waardering meer voor. Het zijn de amateurs die de dienst uitmaken. Nou, en natuurlijk Kuhn zal het een verrassing zijn dat dat eigenlijk ook in 1920 al het geval is. Als je Ortega y Gasset leest, dan zie je dat dat toen ook al aan de gang was. De hobbyisten komen naar boven en de experts hebben niks te vertellen. Je vraagt je af hoe in hemelsnaam in deze tijd zijn land met al die hobbyisten. Maar goed, dat ging dan toch kennelijk kielen net goed. En wat regeert natuurlijk is de oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid en oppervlakkigheid is slecht. En oppervlakkigheid, daar heb je helemaal niks aan. Kijk maar naar Wikipedia. Wikipedia is toch wel het ergste wat je van de mensheid kan verwachten, want dat wordt allemaal door amateurs in elkaar gezet en die hebben de geweldige encyclopedieën waar je de fouten van Freud of van Einstein nog eens na kon lezen, die hebben ze verdrongen, want daar kan iedereen op losgaan. En het mooie natuurlijk van Wikipedia is, en denk ik, dat is toch een beetje waar Ortega y Gasset mee zit, een encyclopedie ken ik nog uit mijn jeugd, ik ging wel eens bij, ik kom uit een arm gezin, bijstandsgezin, ook dat nog. Dus ik ging wel eens met mensen langs, die hadden dan thuis een encyclopedie staan. Nou, dat was ondenkbaar, dat vond ik geweldig, dat was fantastisch, daar kon je mee pronken. Daar hadden ze dan een of andere afbetalingsregeling voor gestopt, want ze wisten ook niet precies hoe dat werkte natuurlijk. Maar goed, die stond daar dan en dat was een, dan was je wat. Nou, dat is helemaal verdwenen door dat rottige Wikipedia, want nu heeft iedereen een encyclopedie. Dus nu heeft iedereen, is die ineens voor iedereen toegankelijk, dus dat kan niet goed zijn. In het begin van zijn boek al vergelijkt Ortega y Gasset dit soort desastreuze ontwikkelingen. Want de democratie, daar is hij ook niet zo'n hele grote fan van. Ja, wel een beetje, maar niet te veel. En het heel grappig, vergelijkt hij dat met vegetariërs. De opkomst van de vegetariërs vergelijkt met de democratie. Want ja, die vegetariërs die komen eraan en dat is dan maar vreselijk wat die allemaal eisen. En dan kunnen we straks helemaal geen beesten meer eten. En nou, zo gaat dat straks ook nog met de democratie. U ziet sowieso, hij had niet zoveel verstand van dieren. Zijn opmerkingen over de orang-oetang zijn inmiddels door de experts, die toch zou moeten waarderen, volledig achterhaald. Namelijk orang-oetangs hebben een vrij goed geheugen. En ze hebben misschien het enige nadeel dat ze die kunnen opschrijven. Je kan je afvragen of dat een nadeel is, want stel je voor dat orang-oetangs ook zouden gaan schrijven, dan waren er nog veel meer Ortega y Gassets en dan zouden we dat ook allemaal moeten lezen. Je moet Ortega y Gasset een beetje zijn tijd plaatsen, denk ik. Er werden we gezegd van ja, hij zit in de grens van de industriële revolutie en de moderne tijd. Hij kwam uit Spanje. En Spanje in 1920 had iets bijzonders. Spanje in het bijzonder had namelijk net het katholieke kalifaat achter zich gelaten. In Spanje gebeurde iets bijzonders. Spanje maakte die hele ontwikkeling niet door met de industriële revolutie. Die ging in één keer vanuit de middeleeuwen naar de 20e eeuw. Daar zat niks tussen. Die mensen die kwamen, dat waren horigen, dat waren halve slaven. En daar ontstond een hele revolutionaire situatie. En hebben we het over revolutionaire situatie? Echt revolutionaire situaties. Dus in Spanje had je de grootste anarchistische beweging die de wereld ooit heeft gekend. We hebben het over anarchisme. Een van de meest extreme politieke ideologieën. Die was daar heel erg groot. En mensen deden daar de meest wonderlijke dingen. Deze mensen die net uit de middeleeuwen kwamen, gingen bijvoorbeeld aan naturisme doen. Die schaften het geld af. Obers werden in Barcelona afgeschaft, want dat was dankbaarheid. Dat moest je niet hebben. Daar wilden ze vanaf. Dus een beetje, ik kan je me voorstellen dat als je burgerman, dat allemaal een beetje, je komt uit een rijk gezin, dat een beetje allemaal ziet, dat je daar wat zenuwachtig van wordt en wat er vreemde ideeën van krijgt.
Hij zag natuurlijk ook een heleboel dingen goed. Hè, heeft een heleboel dingen voorspeld. Over technologie schrijft hij dingen die zeer interessant zijn. Waarvan je denkt, nou, dat heeft hij nog goed gezien. Dat is natuurlijk wel zo. Ik moet dat een beetje relativeren. Hij leefde ook in de tijd van de utopisten. Hè, Bellamy, om maar eens wat te noemen. H.G. Wells, Jules Verne, die waren nog net. Die waren allemaal bezig aan het voorspellen hoe de wereld in elkaar zat. En het kenmerk van technologie is dat op de korte termijn zijn de voorspellingen altijd. Worden ze altijd overschat en op de lange termijn worden ze altijd onderschat. Dus als je nou maar zegt in 1920, nou, over 100 jaar zullen ze dit en dat, dan zit je meestal wel goed. Waar ik hem een beetje mee tegenspreek, hij vindt dus dat de wereld steeds slechter wordt. Hè? De wereld is in verval. Dat is natuurlijk zo, de wereld is in verval. En dat is die al 30.000 jaar. Hè? Dat zou je kunnen zeggen, 30.000 jaar gaat het alleen maar slechter met de mens en het eeuwige verval. Dat is eigenlijk, zeg maar, ik noem dat het concertgebouwprobleem. Het publiek van het concertgebouw is aan het vergrijzen. Oh jee, en dat doen ze al 150 jaar. Dus hij wil niet weten dat de wereld beter wordt. Nou, ik zal er even zeggen, ik zal daar zo meteen nog op ingaan. En hij heeft natuurlijk, hij moet niet zoveel hebben van rechten. Hè, want rechten krijgen cadeau. En privileges, die worden tenminste gewaardeerd. Hè. Privileges, dat is iets waar je waarde aan hecht. Een beetje, dat krijg je van je vader of je moeder. En zoiets. Zo'n Willem-Alexander weet echt wel wat zo'n troon waard is. Hè? Als je die gewoon bij de IKEA zou kunnen kopen voor iedereen, ja, dan zou niemand weten hoe belangrijk dat is. Dus privileges, daar heb je wat aan. En de rechten, ja, die krijgt iedereen maar en die zijn waardeloos. En vooral mensenrechten heeft hij het over. Nou, dat heeft eigenlijk ook wel bewezen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de mensenrechten nog wat aangescherpt, want dat bleek toch wel, ja, een beetje ondergewaardeerd te worden. Maar mensenrechten, dit wordt nu weer gelukkig. David Cameron is weer bezig om ze af te bouwen. Want de mensenrechten, daar zijn mensen niet dankbaar voor. En we gaan nog meemaken hoe dankbaar de Britten zijn voor zijn nieuwe standpunt. Mensen zijn sowieso in het geval niet ondankbaar, zegt hij. Hè? Ondankbaar is het kenmerk van mens. Ik weet niet of u wel eens komt op Facebook. Als u dat niet doet, zou ik zeggen, blijf vooral weg. Doe dat niet. Hè? Maar als je er eenmaal in zit, en de kans is groot dat u erin zit, dan merkt u wat, hoe dat werkt. Facebook draait om dankbaarheid. He, dat is likes. Je geeft likes aan elkaar en daardoor ontstaat zelfs like-stress. He, dat kennen we allemaal. Als u wel eens op iets op Facebook, u geeft ook like-stress, u zet ze op Facebook, krijgt u wel voldoende likes op wat u zegt. En als u niet voldoende likes krijgt, hoe komt dat dan? Wat heeft u dan verkeerd gezegd? Bent u dan niet aardig genoeg voor de mensen? Wie zijn die ondankbare honden? He? Nou, u kent het verschijnsel wel. Dus Facebook draait om dankbaarheid. In sociale Twitter is dat eigenlijk ook zo. En Instagram is dat ook. En wat zie je gebeuren? Eigenlijk heel ongebruikelijk in de wereld. Je zou denken, de wereld, de mensen zijn daardoor allemaal egoïstisch geworden. Hè? Nare mensen, ze moeten niks meer hebben. Ze hebben rechten die ze gratis krijgen. En ze gaan met elkaar om en ze zijn niet dankbaar. En wat zie je gebeuren? Nog nooit is de wereld zo empathisch geweest als op dit moment. Durf ik te beweren. In de hele geschiedenis van de mensheid is de wereld empathisch. Wat zie je gebeuren? Dat als er nu bijvoorbeeld iemand onthoofd wordt, dan is dat bedoeld om ons af te schrikken. Vroeger gingen we daar naar kijken. Hè, was dan een feestje op de markt hier in Amsterdam of zo. En dan werd er weer eens iemand opgehangen. Dat was een dagje jolijt. En als er een paar konden. En nu wordt dat gebruikt om ons een slecht gevoel te bezorgen. Nou, dat kan alleen maar als wij beter zijn gaan denken, zou ik zeggen. En je ziet dat ook met een aardbeving als Nepal. Hè, er gebeurt een ramp in Nepal. En meteen, echt binnen, je kan binnen eigenlijk, ontstaat de situatie dat je de nieuwsalert binnenkrijgt, aardbeving in Nepal, en dan meteen als de volgende erachter komt is Giro 555 van, wilt u geld storten, want we hebben geld nodig. Meteen komen er helikopters, gaan de lucht in, marineschepen naar, die vrij lastig Nepal kunnen bereiken, maar daar kwamen ze dan pas later achter, gingen ze kunnen daarheen, en je ziet dat er een enorme golf van empathie op hun opgang komt. En dat gebeurt zelfs bij de oorlog. Hè? Dus iedereen heeft het nu over de droneoorlog. Drones zijn een groot politiek probleem. Drones zijn een gevolg van de informatiemaatschappij. Niet zozeer, ook niet alleen qua technologie, maar ook omdat wij geen Dresdens meer willen. He? Als Obama nu zou zeggen van, ik ga Teheran van de grond af weg vragen, dan zou die uit zijn ambt gezet worden. Mensen willen dat niet meer. Wij willen wel dat die ene terrorist doodmaakt. Ja, dan heeft hij nog een paar andere bij. Dat kan wel, dat zijn een soort verkeersongelukken. He, dat kan, maar wij willen niet meer dat er op grote schaal andere volkeren worden afgeslacht. Terwijl we dat nog niet zo heel lang geleden een heel goed idee vonden. Hè? Vietnam werd er nog luid mee geëxperimenteerd met de napalmbombardementen. Daar zou hij niet meer. En het, eigenlijk nog recent, hè, kunt u zich nog herinneren, de aanval Afghanistan. Daar werd mee gepronkt, daar werd lacheren over gedaan, daar werden grapjes over gemaakt. De generaals waren er trots op. De Daisy Cutter bommen. He, ze gingen zeggen van ja, die Taliban die zitten daar in Afghanistan, maar wij hebben onze Daisy Cutter bommen en dat waren bommen die alle madeliefjes in het veld met de grond gelijk maakten. He, dus iedereen die daar was, daar bleef niemand meer van over.
Nou, als hij dat nu zou zeggen tegenover Syrië, dan zou dat minder gewaardeerd worden. En dat komt omdat we met elkaar verbonden zijn, wij de ondankbare honden, en toch nog wat voor elkaar gaan voelen. Oké, ik moet het een beetje kort houden, want anders praat ik de hele avond door. Wat wel zo is, natuurlijk gebeurt dat allemaal zonder feitenkennis, dat hoort u nu ook weer in mijn verhaal. Waar het wel om gaat is dat je ziet met Facebook en met nieuwe media en met de massamedia in het algemeen. De massamedia, zijn vader was een krantenuitgever, als ik me niet vergis. Het draait voor een groot deel om manipulatie. Hoe bereik je je publiek? Dat heeft niet altijd een negatieve connotatie, maar je wil je publiek beïnvloeden. En dan zien we met wat bijvoorbeeld met Facebook echt in het toptijdperk van de manipulatie zijn beland. Facebook draait om marketing op zo'n manier dat je dat eigenlijk, dat we dat nog nooit mee hebben gemaakt. En u daar eigenlijk ook geen enkele controle meer over heeft. Dat is mijn instelling. Eerst zijn we eigenlijk, verkeerden we in de macht van de kerk. Die hebben we van ons afgestuurd. Toen kwamen de macht van de staat, de almachtige staat, het communisme, het fascisme enzovoort enzovoort. Dat hebben we van ons afgestuurd. En nu krijgen we de macht van de bedrijven. Facebook en Google zijn machtiger dan wat er ooit op aarde is geweest. Iedereen in deze zaal heeft wel eens wat aan Google gevraagd, wat hij nog nooit aan iemand anders heeft gevraagd. Durf ik te wetten. En Google weet dat nog, want Google is geen orang-outang. Wat je ziet verdwijnen is dat door al deze verbondenheid de mensen wel contact met elkaar hebben, maar wat er verdwijnt, en dat is heel bijzonder, is de organisatiegraad. Je ziet dat internet een heel slecht middel is om mensen te organiseren. Je ziet dat eigenlijk, je zag dat met de Arabische lente, het was wel in staat om de revolutie op gang te brengen, maar zo gauw daar grote tegenmachten kwamen, begonnen ze niks meer, omdat op een of andere manier werkte dat niet meer. Dat is het probleem van de democratie. Naar mijn mening, Ortega y Gasset, maar goed, ik heb MAVO 3-6 jaar over gedaan, dus ik heb er geen verstand van. Maar hij is erg tegen de democratie, want dat vindt hij allemaal problematisch. En volgens mij is het belangrijkste probleem van de democratie is niet de democratie, want die is goed. Het is hoe organiseer je hem? Dat is de vraag. Dat was in die tijd ook een grote vraag. Dat was de organisatiegraad, was een groot probleem. Daardoor kwamen de communisten aan de macht. En ik snap wel dat Ortega y Gasset zich daar niet prettig bij voelde. Hij werd er nerveus van. Nou, en wij staan eigenlijk nu op het punt van een, zoals hij het begin van de 20e eeuw meemaakte. Mensen leerden zich toen organiseren en gingen allerlei eisen stellen. Wij zitten nu weer in een organisatieloos tijdperk. Mensen zijn al met elkaar verbonden, maar ze zijn niet georganiseerd. De kans bestaat dat ze dat opnieuw gaan leren. En dan weet u dat u alvast nerveus moet gaan worden. Daar wou ik het bij gaan. Hartelijk dank, Francisco van Jolen, voor deze geestige en toch ook wel tot denken stemmende inleiding. Hartelijk dank alle vier. Even kijken of deze ook werkt. Ja, deze werkt ook, geloof ik. Ja, die werkt. Mooi. Dan kan ik hier gaan staan, dat is makkelijker. Jullie hebben alle vier een microfoon. Misschien toch even beginnen bij, ik heb een aantal dingen die ik graag met jullie wil bespreken. Die jullie gedeeltelijk zelf, eigenlijk allemaal zelf hebben opgeworpen. Er blijven natuurlijk ook heel veel dingen onbesproken, maar ja, dat heb je zo. Af te trappen met die democratie. Hè? Dus die democratie die ondergraaft zichzelf, hè? Zei Diederik Boomsma bij zijn eerste in, die ondergraaft zichzelf doordat die de waarden waar die op gestoeld is kapot maakt. Francisco van Jolen zei, het is niet, hij is niet al te gecharmeerd eigenlijk van die democratie. Hij is er nogal badinerend over. En dat is ook wel een probleem. Hè? Neem ik aan dat je dat, ja. Dat zie je als een probleem in zijn. Dat lijkt ook wel met elkaar in overeenstemming. Maar hoe moeten we dat zien? Is hij nou eigenlijk gewoon antidemocratisch als je het aan close reading gaan doen? Waar je overigens een probleem hebt, en dat ben ik helemaal met Martin Sommer eens, dat dingen natuurlijk moeilijk te definiëren zijn in zijn boek, omdat hij wat wijds is en daar ook zich op laat voorstaan dat hij dat is. Want de ware verstaander, schrijft hij ergens in een voetnoot, begrijpt wel wat ik bedoel. Ondanks dat ik het wat rommelig formuleer, zeg maar. Dus dat zegt hij ook. Maar goed, even over die democratie. Waarom ondergraaft hij zichzelf? Dus wat is daar het probleem aan? Ja, nee, ik denk dat hij zeker geen tegenstander is van de democratie. En sterker nog, hij heeft dus in die twee kampen die je in die tijd ook had in Spanje, dus je had echt reactionaire, maar je had ook... Doet hij het niet?
Je had echte antidemocraten in Spanje. Die waren tegen de democratie. Die wilden niet dat mensen stemrecht zouden hebben. Maar hij behoorde daar niet toe. Dus hij was wel degelijk iemand die daar steeds voor heeft gepleit. Alleen hij zag dus... En in die zin staat hij ook in een traditie van andere filosofen en denkers uit de hele westerse geschiedenis. Dat er wel bepaalde gevaren aan verbonden zijn. Mm-hmm. Wat hij dan een hyperdemocratie noemde. Maar waarom ondergraaft de democratie zichzelf? Nou, dat probeerde hij bijvoorbeeld duidelijk te maken met dat voorbeeld van die vegetariërs. Het ging niet omdat hij iets tegen vegetariërs had. Oh, gelukkig niet, want ik heb dat gemeen met Francisco. Wij zijn overtuigde vegetariërs, dus dat is toch wel een geruststelling. Geweldig. Wat Ortega zegt is van iemand die zegt dat de democratie het enige is, die moet je vergelijken met een vegetariër die eigenlijk voorstelt om alle niet-botanische schilderijen te verbieden. Iemand die dus dat culinaire dogma van zijn eigen vegetarisme doordrijft door ook te eisen dat alleen nog maar transcendente kruidenleer mag gelden als filosofie, die eigenlijk alleen nog maar een landbouweconomie wil, die alleen nog maar met planten te maken wil hebben. En zo iemand zegt, ik ben alleen maar democraat. Want de democratie en die gelijkheid voor de stembus en voor de rechter, die biedt ons niet zozeer een richtlijn over allerlei andere sferen van het leven. Dat is dus precies zijn probleem. Ik snap dat wel. Vegetariër zijn in Spanje, dat weet je ook wel. Dat is geen vlees, dit is kip. Dat is vrij lastig. Dat kennis, dat concept begint nu door te vinden. Wekenlang aardappels. Ja, hij maakt er een soort karikatuur van waar je niks aan hebt, want hij gebruikt dat wel, dat snap ik wel, maar zo doet hij dat dus ook met de democratie. Hij maakt van de democratie een karikatuur die helemaal niet overeenstemt met de werkelijkheid. En dat doet hij aan de hand van vegetariërs, omdat dat op dat moment ongeveer zijn grootste verschrikking was. Dus nee. Het gaat dus niet zozeer om die vegetariër. Om iets duidelijk te maken. Ja, maar hij vindt de mens dom. Er spreekt dus een grote minachting uit voor mensen. De massamens. Dan ben je dus ook tegen de democratie. Want je zou wel gek zijn om die massamens wat te vertellen laten vertellen. Johan? Ja. Nou ja, zoals ik hem lees, staat hij eens inderdaad in een traditie van bijvoorbeeld Tocqueville. Een Tocqueville die naar Amerika afreisde om daar de democratie te bestuderen. Zit hier ook een grote kenner van Tocqueville's werk. Net als Tocqueville dacht Ortega dat het een grote vooruitgang betekende ten opzichte van de aristocratie om mensen... alle mensen mee te laten denken, mee te laten beslissen over de samenleving waar we in willen leven. Dat is een geweldig experiment. Alleen is het een experiment dat gepaard gaat met behoorlijke risico's. Want je moet mensen wel opvoeden, onderwijs geven, om die taak, zich aan die taak te kunnen wijten. En het gevaar van de democratie, overigens ook al beschreven door Plato. Daarover Plato is natuurlijk wel de discussie. Het is ook een verdachte denker. Verdachte denker als het gaat om democratie. Maar overigens is het ook zo dat er in discussie over Plato er ook mensen zijn die zeggen hij was een criticus van de democratie. Maar daarmee juist een vriend van de democratie. Want beste vrienden zijn niet alleen maar vleiers. Maar die durven elkaar ook wel eens de waarheid te zeggen. En wat Plato over opmerkt in de Politeia is dus dat de democratische mens, en dat is dus een van de risico's, die heeft gelijkheid en vrijheid als het hoogste goed. En die geeft dus al zijn gevoelens en gedachten vrije baan. En die kan geen ongelijkheid ook meer accepteren in zijn eigen ziel niet. Hij kan ook niet de ongelijkheid tussen een docent en een leerling, een ouder en een kind. Dat gelijkheid, dat verwoordt tot een dogma, dat het hele opgroeien tot een verantwoordelijk mens onmogelijk maakt. En zo kan de democratie een gevaar zijn voor zichzelf. En zo ondergraaft hij zichzelf. Ja, dus dat is hoe ik het antwoord zie op jouw vraag. En hij ziet het dus, hij wijst meer op de richting die een democratie kan nemen. Ja. In jullie ogen, waar je vooruit moet kijken. En het is niet antidemocratisch. De Franse filosoof Winkelkraut heeft wel het onderscheid gemaakt tussen democratie als een proces en democratie als een procedure. En als een proces is het dus een van neiging naar steeds meer gelijkheid op alle fronten. Zodat op een gegeven moment inderdaad,
Martin Sommer in zijn praatje ook aangaf, dat leidt tot een zeker relativisme van, ja, dat is jouw mening, want alle meningen zijn evenveel waard en het ene gevoel is niet slechter dan het andere gevoel. Alles is dan gelijk. En in zo'n, en dat is een, dat is volgens een traditie in de filosofie, die gaat van Plato, Tocqueville, Nietzsche naar het Ortega, waarvan sommige denkers misschien meer antidemocratisch zijn, anderen helemaal niet antidemocratisch, maar wel kritisch ten opzichte van dit facet van de democratie, dat Ortega overneemt. Je bent daar niet helemaal tevreden mee, geloof ik. Nee, maar anders ben ik heel... Laat alsjeblieft iemand anders... Nee, maar goed, het is een wereldbeeld wat gewoon niet oké is. Gewoon, er deugt weinig van. En dat is aantoonbaar. Ook dat mensen niet klaar zouden zijn voor de democratie. Ja, dat is geen enkele reden om ze de democratie te onthouden. De meeste mensen leren zwemmen, zijn niet klaar voor het water. Dat leren ze door ze erin te gooien. Ja, dat is hoe je het doet. En dat geldt ook voor de democratie. En de democratie is een van de beste middelen. China is misschien een uitzondering, maar is ook een heel goed middel om te zorgen dat je goed onderwijs hebt. Want je kan inderdaad, hoe beter je onderwijs is, hoe democratisch je land is. Dus het is een van de beste middelen om vooruit te komen. Maar hij heeft het niet zo op vooruitgang. Want hij denkt dat het vroeger beter was. En als je denkt dat het vroeger beter was, dan wil je niet vooruit. Ik geloof helemaal niet dat hij, tenminste dat haal ik niet uit het boek, dat hij denkt dat het vroeger beter was. Ik lees dat boek en ik zie een tobberige liberaal die inderdaad democratie problematiseert, maar hij is een fan van de democratie en hij ziet de democratie in dat Spanje wat jij waarschijnlijk veel beter kent dan ik. Maar helemaal niet. Je hebt de woeste beeldspraken over anarchisten. Hij ziet de democratie als een bedreigde diersoort, bij wijze van spreken. En mijn indruk is eerder dat hij, net als de denkers in wiens traditie die staat, dus zoals Tocqueville of John Stuart Mill, dat die probeert om die democratie juist te redden. En daar is in de jaren 30 denk ik ook wel aanleiding. Het was ook een bedreigend diersoort natuurlijk in de jaren 30. Ja, want vlak daarna kwamen er, en was er nauwelijks meer één democratie over. Hè, voor ongeveer, dus ik heb helemaal niet de indruk dat hij terug wil. Hij wil wel degelijk vooruit. Hij waardeert volgens mij ook de techniek. Ik heb een paar keer verwezen naar de auto's die hij op dat moment noemt. Hij zegt erbij, zonder 4 eeuwen westerse beschaving sinds de middeleeuwen waren die auto's beslist niet geweest. Dus misschien is dat in verband zelfs met Facebook een korte gedachte waard. Dus hij is zelfs een vooruitgangsdenker wat mij betreft. Ik zie helemaal niet dat nostalgische aan dat boek. Hij heeft het over technologische vooruitgang. Daar kan je ook moeilijk tegen, dat kan je moeilijk ontkennen. Hij, daarentegen heeft hij, vooral het eerste deel van zijn boek, ik kan er niet zo snel iets vinden, maar heeft hij het over de mensen die maar geloven, en dat zet, die zet hij neer als een soort naïeve idioten, die maar denken dat de wereld steeds beter wordt. Daar, is die, daar gaat het grootste deel van zijn betoog tegen. Er zijn mensen die denken de wereld wordt beter. En dan zegt hij altijd een zinnetje achteraan, en ik hoef er niets voor te doen. Precies, het gaat erom dat het hij bestrijdt een misvatting dat het allemaal vanzelf gaat. Dus dat die vooruitgang een spontaan proces is. En het is natuurlijk zo dat dat in zekere zin is het van alle tijden dat mensen waarschuwen voor het verval van de beschaving. Alleen, voorbeeld van het concertgebouw 150 jaar. Van het concertgebouw. Maar ik denk dat het echt wat grijzer is nu dan 150 jaar geleden. Maar dat het toen nog niet was. Nee, nou ja, kan je nagaan. Ik heb geen feitenkenner. Feitenkenner. Maar het gaat om dat er dus een permanente beschavingsopdracht ligt bij mensen. En in die zin is het boek ook een oproep die ook voor onze tijd weer van toepassing is. Maar die dat misschien op een andere vorm ook in andere tijden was. Om duidelijk te maken, niet zozeer dat de vooruitgang vanzelfsprekend is en dat het allemaal weer beter wordt, maar dat alles mogelijk is in de geschiedenis. Dus vooruitgang is mogelijk, maar achteruitgang is ook mogelijk. En ook een enorme regressie tot barbarij is ook zelfs mogelijk. En even, ik kan nu naar de opstand van de grote mond of naar de mensenrechten. Ik ga toch even naar de mensenrechten. Wat is nou zo problematisch aan die rechten? Ik bedoel, Francisco zei het ook toch wel vrij pregnant. Zo tussen 1939 en 1945 was er wat minder aandacht voor. Hè? En vlak daarna gelukkig weer wat meer. Ik bedoel,
Nou, dat er minder aandacht was, er zijn gruwelijke dingen gebeurd. Maar niet alles in het morele leven hoef je te beschrijven in termen van mensenrechten. Dus er zijn, je kunt ook andere redenen bedenken dat het niet goed is om mensen neer te schieten. Of gruwelijk het allemaal te vermoorden dan in mensenrechten. Nou, Ortega die voorspelde dus dat er steeds meer mensenrechten bij zouden komen. Maar om bijvoorbeeld, je begon zelf over Irak. Ik denk juist dat dat een goed voorbeeld is van hoe een democratie dus inderdaad berust op allerlei culturele en morele fundamenten die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. En met een beroep op mensenrechten zijn dus de afgelopen jaren nu nog invasies gepleegd, bijvoorbeeld in Libië om dictators te verwijderen, in Egypte en elders in Syrië om dictators te verwijderen. Dat is vanuit die Amerikaanse buitenlandse beleid gedaan want we moeten die mensen daar mensenrechten brengen. Alleen dan blijkt dus dat die democratie, dat de gedachte dus dat je democratie zomaar kunt injecteren in de geschiedenis en dat je dus mensenrechten zomaar even kunt uitroepen en dat op die manier werkt. Dat is juist een vrucht van het ahistorische denken. Er zit een hele geschiedenis die eraan vooraf moet gaan. De mensen daar waren niet in Libië waren niet dankbaar voor die mensenrechten. In Libië bestaan de culturele condities. Is dat niet precies het probleem? Voor een functionerende democratie. Ja, maar ik bedoel, de Irak-oorlog is. Ik gebruik hem omdat het een handig kapstokje is. Ja. Hij verheerlijkt de hoogstaande personen, de experts. Nou, de Irak-oorlog is een ding. Dat is een andere discussie. Nog even over die. Ook dat is niet waar van die experts. Ja, dat op de mensenrechten. Nou ja, kijk, de mensenrechten, de universele verklaring van de mensenrechten zoals we die nu hebben, is gelanceerd na de Tweede Wereldoorlog. En dat is niet voor niks een universele verklaring. Dat is ook omdat die anders bang was dat landen zich daar nog zouden onttrekken. En als ze die principes van de universele verklaring van de rechten van de mens voor de Tweede Wereldoorlog had gehanteerd op de manier waarop we dat nu hanteren, was die waarschijnlijk niet uitgebroken. Ja. Nee, maar de gedachte dus dat het uitroepen van rechten genoeg is, dat is precies wat Ortega dus wil bestrijden als een teken van volstrekt primitivisme. Want daar is dus heel veel meer voor nodig. Je kunt niet zomaar zeggen, we hebben nu rechten. En hij voorspelde dus dat er allerlei rechten zouden worden toegevoegd. Bijvoorbeeld de sociale rechten. Nou, die zijn dus uiteindelijk inderdaad uitgeroepen. Er is ooit uitgeroepen dat iedereen recht heeft op vrije tijd en al die andere dingen. Ja, maar dat kun je zomaar uitroepen. Maar je moet dat denk ik zien in de tijdschrift waarin hij dat zegt. Er was een hele grote Spaanse onderklasse die rechten ging opeisen. En waarvan een heleboel mensen in Spanje, de Spaanse middenklasse, vond dat ze die niet hadden. En dat was de harde strijd. En Spanje is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Spanje is een bijzonder land, omdat het zo progressief is. Daar is er een tegenreactie geweest. Het Franco-regime, waar hij zich nooit tegen heeft uitgesproken trouwens, heeft daar einde aan gemaakt. Nu zie je dat Spanje daarvan verlost is. En in hoog tempo weer die progressiviteit terugpakt op een hele rare manier. Ik mag even opmerken dat bijvoorbeeld Spanje, wat je toch niet zou verwachten van zo'n aardsconservatief land, vorige week Nederland voorbijgestreefd leek op het gebied van tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. Dat zou je niet gedacht hebben. Dat komt omdat dat in die Spaanse bevolking zit. En daar heeft hij een beetje moeite mee. Zo lees ik dat. Toch nog eens even de opstand van de grote mond. Hij is conservatief, ja. Ja, hij is, dat is ook wel een belangrijk. Is het conservatief als je het verleden wil behouden of afschaffen? Maar de opstand van de grote mond. Daar hebben we het over. Ontzettend. Ja, maar dat is. Zo omschreef je jezelf. Aan de andere kant heb jij je ook flink teweer gesteld tegen de grote mond die jij vaak krijgt op het internet. Dus ik bedoel, daar zitten natuurlijk allerlei kanten aan. Hoe zien we die beschrijving van hem daarin en hoe relevant is dat voor wat we nu zien? Is dat een toevallig uitvloeisel van de technologie die we hebben, die van het internet? Of zit daar een diepere, is zijn culturele analyse van de massa mensen, die wij misschien zouden zijn, klopt die? Martin Sommer, is daar. Nou, ik denk dat Joram daar hele goede dingen over gezegd heeft. Uit zijn praktijk van de zon. Ja, je ziet het dus het beste op school. En ik denk, ik kan me alleen maar herhalen wat ik net daar zei. Voor mij was het boek een eye-opener, met name wat betreft het postmodernisme. Daar heb ik twee weken geleden ook een stukje over geschreven in de Volkskrant. Waarvan ik zelf dacht, dat was een
tamelijk bizarre stroming in de filosofie uit de jaren 70 en 80 in de sfeer van de waarheid bestaat niet. En iedereen kan doen wat hij wil in de filosofie en daarbuiten. En aan de hand van dit boek bleek mij dat de andere kant van die vrij brute massamens die je zou verbinden met de jaren 30, dat het postmoderne denken is, wat als het ware is neergedaald in de kinderziel, zoals Joram dat beschrijft. Dus in die zin vind ik dat ontzettend relevant. Een goede analyse ook. Dus het is niet alleen maar het gevolg van een technologische ontdekking, het zit ook in de ziel. Ja, het zit wel in de ziel. Ik weet niet of ik hem helemaal... Als ik Diederik volg, dan zijn er twee kanten. Aan de ene kant die technologie, aan de andere kant de welvaart, die daar een belangrijkste rol in hebben gespeeld. Nou ja, daar wil ik buiten blijven, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik heb wel het gevoel, ook bij het lezen, dit is heel erg actueel. En ja, jij komt uit de praktijk en de praktijk is altijd het beste. Francisco, jij afficheerde je net, hè, als de massamens, dus hij is er. Moeten we hem dan weer kwijtraken? Of ontwikkel je jezelf door, zeg maar? Of? Nou ja, ik denk dat... kijk, je ziet ook dat de cultuurpessimisten bekijken ontwikkelingen als Facebook of Twitter altijd met alleen maar hele veel sceptisch van, nou, dat zijn de mensen met de grote bek en die hebben het daarvoor te vertellen. Je kan het ook op een hele andere manier zien. Daar gaan mensen communiceren met mensen op een manier met elkaar zoals ze dat nog nooit tevoren hebben gedaan. Dat leidt natuurlijk tot allerlei verkeersongelukken. Maar zoals je eigenlijk ook ziet in het gewone verkeer, is een van de bijzondere dingen van de technologie, en vooral van al die ondankbare mensen die zo egoïstisch zijn dat ze nooit aan anderen denken, is zie je dat in het verkeer bijvoorbeeld daar steeds beter in raken. Dus eigenlijk toen in de tijd van Ortega y Gasset, toen die auto's pas kwamen, reed iedereen elkaar voortdurend dood. En dat gebeurt eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Dus hier Amsterdam is een van de weinige uitzonderingen die ik dan zelf kan. Maar ik kom uit Rotterdam, dat is een beschaafde stad, dus dat is ook wel wat anders. Dan zie je dat als je oversteekt, dan stoppen auto's voor je. Mensen zijn eigenlijk heel vriendelijk en aardig voor elkaar. Nou, waarom? Omdat we inmiddels verkeersmensen zijn geworden. Maar die rancune, hè, van dat is jouw mening. Hè, en de rancune, ja, maar het gaat toch maar om zo weinig mensen. Ik was zelfs gisteren bij een discussie voor Leefbaar Rotterdam. Mm-hmm. Hè, een debat van Leefbaar Rotterdam over de vrijheid van meningsuiting. Je weet, dat is een heel actueel punt, want in Nederland kennen we dat verschijnsel nog niet. De vrijheid van meningsuiting. Dus daar wordt hard voor gestreden, dus daar moeten we het elke week over hebben. En dus daar zat het debat. En dat zijn mijn grootste opponenten. Hè. Dat zijn nou echt mensen aan wie ik politiek gezien een hekel heb. En zij ook aan mij, kan ik je verzekeren. Ik heb daar allerlei rare dingen mee meegemaakt. En daar zitten dan toch hele vriendelijke, aardige mensen. En die zijn aardig en die krijgen een kopje thee. En dit zijn de twee, hè, als je mij zo wil zien. En dat zijn de twee politieke, grote politieke tegenstellingen die elkaar treffen. Nou ja, een Britse theemiddag doet het niet voor onder. Dat is waar wij in leven. Dus dit zijn ook de mensen van de grote bek, hè? Zoals ik dan ook ben. Nou ja, dat ging daar, denk ik, erg beschaafd aan toe. Dus ik denk dat allemaal maar... Die is er niet. Nou, dat valt wel mee. En dat, natuurlijk zijn er wel grote bekken. Maar wat zie je dan? Iedereen roept, oh, er is een grote bek. Dat is de vooruitgang, hè? Dus op het moment dat iemand... Je moet nu maar eens kijken hoezeer mensen reageren op geweld. Dus geweld is echt taboe. Zo gauw er ook maar een klein tikje wordt gegeven, dan staat er een filmpje op YouTube. Kijk eens, er wordt een klap gegeven, schande, bababa. Dat is een enorme vooruitgang. Dat is een enorm. Dan kan je wel zeggen, die mensen die roepen allemaal dingen. Dat is een enorme vooruitgang dat zo is. Wij houden niet meer van geweld. Voor het eerst in de menselijke ontwikkeling houden wij niet meer van geweld. En weet u hoe dat komt? Dat komt door die ondankbare massamens die zo egoïstisch is dat hij alles op dit moment opeist. Die zorgt ervoor dat we het geweld, wat door de hooggestaande mensen in het verleden altijd werd uitgevoerd en met veel precisie werd toegepast op die gewone ondankbare mensen, dat nu minder voorkomt. Diederik, dit is natuurlijk een vrij fundamentele kritiek op Thea. Een aantal dingen. Ten eerste, we zijn lief geworden en sterker nog, je kan zelfs onthoofdingsfilmpjes kan je er heel ver mee brengen als beweging van planeetwijde afslag. Maar je vroeger een hele stad voor moest afslachten, heb je nu maar één journalist nodig. Nee, maar ik vind het ook fantastisch dat geweld wordt veroordeeld in onze samenleving, meer dan voorheen misschien. Maar kijk, Ortega schreef dit in 1929. Aan de vooravond van iets wat de grootste massaslachting die de mensheid ooit heeft gekend. Hè, die 20e eeuw. Dus hij zag daar wel degelijk dat geweld op een ongelofelijke manier zich manifesteren. De vraag is inderdaad, ja, hoe verhoudt de massamens van nu zich dan tot die meer gewelddadige massamens van Ortega y Gasset?
Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat die welvaart die we nu hebben, dat daar een belangrijke rol in speelt. Ik denk dat het voor ons ook in sommige opzichten makkelijker is om bepaalde situaties te accepteren, omdat wij allemaal zo'n comfortabel en prettig leven hebben. En als jij inderdaad in bittere armoede leeft, dan ben je denk ik eerder geneigd om op een bepaalde manier in opstand te komen, dat er op een bepaalde gewelddadige manier te manifesteren. Tegelijkertijd is het ook zo, ik help het je hoop. Ik bedoel, misschien zit het heel diep, dat verwerpen van het geweld in de moderne mensen. Maar jij betwijfelt dat? Ik weet dat niet. Ik kan me ook voorstellen dat er, als we echt een economische crisis naderen, als het qua welvaart minder wordt, dat ressentiment dat altijd in mensen aanwezig is. En dat zit dus ook in de moderne mensen. Mm-hmm. En daar moeten dus mechanismes voor gevonden worden om dat op een bepaalde manier op te vangen. En ik zie op dit moment ook dat vind ik fantastisch echt dat je een geweldig en amicabel gesprek kan voeren met LPF'ers. Maar ja, de vraag is of dat inderdaad altijd zo blijft en of dat zo sterk is verinnerlijk dat dat nooit meer kan terugkomen. Dat weet ik niet. En dan denk ik dat het verstandig is om waarschuwingen en bedenkingen en zoals Ortega die beschrijft, om die altijd uiterst serieus te blijven nemen. Ik zou het je willen omdraaien. Het begon met een tijd, toen in de tijd dat Wim Fortuyn vermoord werd enzovoort, was er een explosieve situatie waarin iedereen zich zorgen maakte. Ik denk iedereen in deze zaal, ik ook, hè, van wat gaan we, je kunt je die avond ook nog wel herinneren dat het Binnenhof bestormd werd door de redeloze massa. Daar was ik bij. Ik stond op het Binnenhof en stond te kijken, want ik had een debat in Den Haag op dat moment. Dat was echt een hoax van de NOS, hoor. Ik was erbij, we waren te er stond wel een auto in de parkeergarage. ik stond te kijken, later zag ik de beelden op tv. Dat is knap, ze hebben een telelens. Ja, de massamedia, die moet je naar maar je weet wel dat spannende tijden waren. Zeker. Wat zie je dan? Dat dankzij die democratie die wij kennen, zie je dat die rare verhoudingen die er op dat moment waren, inmiddels zo genormaliseerd zijn. Dat is een langdurig proces, dat gaat langzaam. Maar wij gaan de goede kant op. Ik moet er even op wijzen dat Ortega y Gasset zich ook keert tegen het pacifisme. Hè? Hij schreef daar hele badinerende woorden over. Daar kan niks goed van. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog moet hij daar helemaal hebben. Nee, sorry, hier moet ik even corrigeren. Nee, aan de vooravond van de burgeroorlog in Spanje. Vind je dat onverstandig? Ik bedoel, de vooravond van de Spaanse burgeroorlog keert hij zich tegen pacifisme. Maar vind je dat onverstandig? Dit is na de Spaanse. Maar hij schrijft inderdaad achteraan over pacifisten in het laatste stukje van het boek. Interessant stuk ook weer. Vind je dat onverstandig, zeg maar, dat je je teweer zou stellen bijvoorbeeld tegen Hitler? Nee, maar er is een verschil tussen of wat verstandig is, ja of nee. Mm-hmm. Of dat je een streven van idealisten, waar hij een hekel aan heeft, want hij heeft een hekel aan idealen. Terwijl idealen toch echt de enige manier zijn om vooruit te komen. Hij moet niks hebben van idealen, schrijft hij ook. Dat vindt hij belachelijk. Dat zijn dromen, bla bla bla. Die hooggeplaatste personen die natuurlijk nahouden. Want als je alles wil, dat blijft zoals het is. Wat hij als conservatief wil. Dan wil je natuurlijk helemaal geen idealen. Maar idealen gehaald, maar iets over iets wat je wil bereiken. Nee, maar dat heb ik gewoon nog niet goed genoeg gelezen. Met alle respect. Komt vaker voor. Ik ben hier ook op te leren. Wat hij schrijft in zijn essay over pacifisme is juist een poging om het pacifisme een betere vorm te geven die het daadwerkelijk weerbaar maakt. Want hij ziet dat het pacifisme in de vorm die het toen had simpelweg faalt. En hoe komt dat? Omdat het een irrationeel en utopisch is. En hij onderscheidt dus inderdaad twee vormen van utopisme. En tegen de ene vorm van idealisme en utopisme keert hij zich. En dat is de gedachte dat zomaar iets willen, dat genoeg is, of zomaar een wens uitspreken, dat voldoende is voordat het ook realiteit wordt. En hij probeert dus te benadrukken, en dat is dus iedere keer weer nodig bij echte idealisten, dat een ideaal koesteren alleen goed is als je daadwerkelijk bereid bent om de offers te brengen die het realiseren van dat ideaal met zich meebrengt. Laatste onderwerp voordat ik even ook naar de zaal nog wil en dat we dan aan de derde helft zijn in de bar om dit langer met elkaar uiteen te zetten. Dat stukje over die dankbaarheid en het niet erkennen van iets hogers. Hè? Dus dat je een hoger. Dat doet toch ook wel ongelooflijk verkapt christelijk aan. En toch ook wel. Hoezo niet vanuit het individu? Dat zou ik jullie allebei nog eens even willen vragen. Wat is daar nou voor oplossing aan? Dat je naar boven moet kijken.
Ik vind het best moeilijk om op deze vraag te antwoorden. Omdat het veronderstelt dat we het allemaal over eens zijn dat het individu toch echt het allerhoogste is. Ik vraag me gewoon af. Wat is in een kader? Is dat goed of is dat niet goed? Hoe hij ziet daar iets in als je moet toch uiteindelijk dankbaar zijn. Of je moet toch naar iets verder kijken dan je eigen begeerte. Naar principes die hoger zijn dan jezelf. Mensen, dat is toch het afschuiven van de individuele verantwoordelijkheid of van je eigen morele kompas of van... Nee. Waarom is dat zo? Nou ja, het gaat erom dat je juist een moreel kompas moet houden. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik denk dat het zo simpel als dat is. Dus dat is... Je moreel kompas door je te oriënteren op iets hogers? Ja, iets hogers kan dus ook zijn. Ja. Dus, kan dus... Dus bijvoorbeeld, ik val maar weer terug op Spinoza, deelt de kritiek op het idee van een God die je zeg maar moet gehoorzamen met wetten en opdrachten. Dat is niet zijn godsbeeld, maar wel blijft er een hoogstaand, ten eerste dus het besef dat jij niet, wat hij noemt, jezelf, je eigen oorzaak bent. Maar, wat ik altijd verbazingwekkend vind, je noemde Ayn Rand als een van de grote vrouwen van de 20e eeuw. Het lijkt me heel leuk als hier in de Bali daar discussie over is. Maar wat ik voel bij Ayn Rand ook verbaasd altijd is dat absoluteren van het ik. Want uiteindelijk, als je zelf als hoogste doel hebt, uiteindelijk gaan we dood. En dan... Ik weet niet. Ik denk dat altijd dat het doel altijd toch iets buiten jezelf is. En wat hoger dan jezelf is bijvoorbeeld proberen om je te onttrekken aan het wezen wat je van nature bent bij geboorte. Onwetend. Angstig. Niet in staat om zichzelf te controleren. Ik neem mijn dochter weer van 3. Is een super schatje. Maar zij kan gewoon niet accepteren als ze van... Ik wil... Zegt ze, ik wil dat. Ze zegt, ja, maar dat kan nu niet. Ja, maar ik wil. En ze wordt zo boos en verdrietig. En inderdaad, we zijn nu verwende kinderen, zegt Ortega. En in die zin zijn we, van, ik denk dat je de geweldloosheid, want dat vind ik wel goede kritiek. Ik vind het heel goed dat Francisca van Jolen kritiek probeert te formuleren. Ik noem het een beetje oneens. En inderdaad, je zou kunnen zeggen, hè, als kritiek, als je een poging doet van dat cultuurpessimisme is toch niet helemaal gericht. We leven toch, er is nog steeds vooruitgang geweest sinds 1929, ongekende vooruitgang, ondanks dat die vergetelheid. Er is vrede. Je hebt die Steven Pinker, die heeft een boek geschreven dat er dus steeds minder geweld is geweest in de loop van de geschiedenis. En ik denk dat Diederik wel toch een heel goed punt heeft als hij daarop zegt over dat geweldloosheid. Van, als we verwende kinderen zijn, dan is er geen probleem zolang die maar alles krijgen wat ze willen. Een verwend kind is geen probleem zolang je maar altijd zijn zin geeft. Maar wederdag dat kind zijn zin niet meer kan krijgen, dat het de welvaart op is, dan loop je tegen die grens waar we nooit als massa mensen ervaring mee hebben gehad. En dan heb je een probleem, want dat geweld zit nog steeds in onze natuur. Je kunt mij niet wijsmaken dat geweld er niet meer zit. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan jongens die in zeer korte tijd radicaliseren. En dat gebeurt van hele lieve schatjes, zijn het dan naar mensen die tot de meest die hoofden kunnen afhakken en zo. Dat gaat redelijk snel. Dank. Ja. Maar dus mag ik jou die vraag ook nog stellen over dat ik en dat hogere principe? Ik denk dat je eigenlijk zonder... En ik denk dat we ons dat half bewust zijn of onbewust, maar ik denk dat samenleven überhaupt niet gaat zonder dat je in zekere zin een hoger beginsel deelt. En dat kan zijn bijvoorbeeld, zoals Francisco zelf ook zegt, in onze samenleving delen we dat democratie een enorm goed is en dat we dat vreselijk belangrijk vinden om dat ook goed te doen. En dat, ik denk inderdaad dat half bewust is. Ik denk dat
Ortega y Gasset daar ook op die manier over schrijft. Een beetje in het voetspoor van Tocqueville bijvoorbeeld, die ik wat beter ken. Die zegt, wij denken dat onze samenleving op een politieke manier is ingericht. Maar waar ik over schrijf, dat zegt Ortega letterlijk, dat is eigenlijk aan wat aan de politiek vooraf gaat. Dat zijn de zeden en de gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk onze onderlinge verkeersregels. En het is dus ook niet voor niks dat wij niet met elkaar botsen, zowel in het verkeer als in het sociale verkeer, omdat daar afspraken over zijn en omdat daar ook een, daarom heet het ook zeden, omdat er een zedelijke component aan zit. Dus er zijn allerlei impliciete dingen in onze omgangsvormen die telkens iets veronderstellen dat hoger is dan jezelf. Dus het is er ook gewoon. Ik heb hier een tijdje lang. Ja, dankjewel. Henry Buijnders, ik heb een paar vraagjes voor de vertaler Diederik Boomsma. Ik heb dat stoffenomslagboek 40 jaar geleden gelezen en vanmiddag heb ik de eerste helft slecht kunnen lezen van die hele mooie vertaling. Maar ik wil graag wat antwoord op de opmerking, op enkele opmerkingen die de andere drie hebben gemaakt. En over de titel, want Martin Sonne begon ook over de titel, waar, dat vroeg me ook af. Waar komt die mens tegen in opstand? Is dat inderdaad tegen het verleden en tegen de autoriteit? Die gaat weg. Of tegen iets anders. Want ik wil iets vragen over de geschiedenis. Volgens Martin Sommer vindt hij dat we te weinig eerbied hebben voor de geschiedenis. En hebben we recht op continuïteit. Dat hoeft niet strijdig te zijn trouwens. Ik zie helemaal niet zoveel geschiedenis in dat boek. Recht op continuïteit. Als je elk hoofdstuk heeft misschien één titel van een boek waar hij naar een refereert. Dus zo historisch is hij zelf niet. En ik wil iets vragen over de ernst, waar ook Martin over begint. Want hij was in 1937 in Oestgeest met die Franse voorwoord bezig, geloof ik. Toen Huizinga bezig was met Homo Ludens. Martin en ook anderen beginnen over het gebrek aan ernst. Huizinga, in een boek uit 1939, wereldwijde bestseller ook. En heel wat meer belezen dan Ortega y Gasset, denk ik. Die geeft het juist over het te veel aan ernst. En hij noemt dat puerilisme. Weet je, de kinderachtigheid van de mens van toen. Dus daar zou ik ook graag uw mening over willen hebben. En over die titel nog. Hij was nog niet overleden in 1955. Of Albert Camus, zijn bewonderaar, die kwam met zijn boek De Mens in Opstand. Wat is daar de relatie tussen? We willen wel bier. De laatste is er misschien eentje voor bij bier. Maar die over de titel is waar tegen in opstand. Die laat die lach nog. Hartelijk dank daarvoor. Waar tegen in opstand? Tegen een aantal dingen. Inderdaad tegen de geschiedenis. Maar ook tegen het hele idee dat hij zich zou moeten onderwerpen, zijn ego, aan externe autoriteiten. En de geschiedenis en de historisch gegroeide bepaalde idealen over hoe je moet gedragen en wat dat betekent, die leggen ook een last op onze schouders. Daar moeten we dan aan voldoen. En de massamens die komt dus niet alleen, hij beschrijft ook, komt niet zozeer in opstand tegen een bepaalde elite. Ja, want dat heb je altijd gehad in de geschiedenis. Dat is ook prima om in opstand te komen tegen een elite als die elite decadent is geworden en zijn taak niet meer goed vervult. Maar de massamens die komt in opstand tegen het hele idee van een elite. En tegen het hele idee dat hij zich moet laten leiden. Misschien kunnen we er zo nog over verder, maar dat is iets van waar hij tegen in opstand komt. Over de geschiedenis, dat hoort er dus bij. Is het een historisch boek? Nou, hij is denk ik zeer gevormd door de 19e eeuw en ook door de. Hij had echt wel een enorm gevoel voor geschiedenis. Hij had ongelooflijk veel gelezen over de hele geschiedenis van Europa. En beschrijft ook inderdaad de geschiedenis als. Hij heeft het vaak over dat het mogelijk is om de geschiedenis te voorspellen. En de toekomst te voorspellen. En dus een profeet is eigenlijk een omgekeerde historicus. Dus als je het verleden wil begrijpen, moet je ongelooflijk inleven in die geschiedenis. En dat kan je op dezelfde manier doen in de toekomst. Maar het is inderdaad een fundamentele kritiek die inderdaad deelt met Tocqueville en die eigenlijk heeft van François Guizot, waar hij het ook in de inleiding of in zijn voorwoord voor Fransen over heeft. Hij was dus een grote fan van Guizot en juist inderdaad voor het besef dat mensen historische wezens zijn, dat we dus nooit opnieuw kunnen beginnen. Hij verwijt dus de Spanjaarden ook dat ze dus
adamistisch zouden zijn. Dus de gedachte dat ze zomaar iedere keer opnieuw kunnen beginnen. Nee, typerend voor mensen is, je kunt nooit zomaar opnieuw beginnen. Je moet altijd rekenschap geven in die geschiedenis. En je kunt die geschiedenis ook niet ontsnappen, tenzij je hem verwerkt. Maar verder is dit inderdaad een filosofisch en sociologisch boek. Wat was het derde punt? De spelende mensen, Schiller heeft het er ook al over aan toe. En de seriositeit die te weinig is. Maar zijn we niet gewoon veel te serieus? Ja, maar... vanavond al helemaal. Zeker wel. Maar het is wel interessant te bedenken dat Huizinga bij de Homo Ludens zeer sterk is beïnvloed door een ander boek van Ortega. Dat is eigenlijk niet zo bekend. Maar Ortega heeft een ander boek geschreven, dat is nooit in het Nederlands vertaald. El sentido deportista del Estado. En dat gaat over het sportieve element in de staat. En eigenlijk heeft Huizinga daar veel elementen uit overgenomen. Maar ja, dan komt het verschil inderdaad tussen de positieve speelse krachten en de ernstvergetelheid. Die dus een soort tragicomische vorm van... tot stand brengen. Het gaat erom dat de massa mensen die speelt een tragedie. Daarom zijn dingen niet echt serieus meer, ook al doet hij heel serieus. En dat wordt omdat hij eigenlijk geen besef heeft van een persoonlijke opdracht of van een werkelijke taak die hij heeft te vervullen in het leven. En daardoor wordt het leven, schrijft hij dan als, hij beschrijft dat dan op een bepaald moment als het leven van een langdurig werkloze. Iemand die dus, of het leven van een adellijke jonker, die dus inderdaad overal mee weg kan komen, omdat hij toch gevrijwaard is van de consequenties van dingen. Dat is inderdaad de tragische vorm van de ernstvergetelheid. En dat is wat anders dan de speelse elementen in de cultuur, die echt ergens op gericht zijn om iets positiefs tot stand te brengen. Bier. Camus gaat aan het bier. Oh, Camus. Ik geloof dat er nog één vraag is, want anders was er één, was wel heel weinig. Meneer hier. Het waren er drie overigens, maar... Ja, ik heb een hele korte vraag. Wat moeten we nu dan doen? De vraag is erg kort. De discussie gaat verder aan de bar, dank u wel. Wat te doen, dat is ook een mooi boek, overigens. Misschien dat we daar nog eens een ander keer over hebben. Dat laten we even in het midden, ben ik bang. Ik wil alle vier hier heel hartelijk danken. Wat een voorrecht om hier gespreksleider te mogen zijn bij jullie. Heel hartelijk dank voor de grote inspanning die jullie geleverd hebben. Ik hoop dat u er iets aan gehad heeft. En veel dank voor het twee uur met ons zijn. En nu is het ook tijd voor individuele discussie en niet meer als massa. Hartelijk dank voor uw komst. Het enige wat pacifisme was. Ja, dat was fout. Nee, maar hij wilde echt juist een nieuwe vorm ervan ontwikkelen. Heb je dat recht? Nee, maar dat was een verkeerde opmerking. Nee, maar verder was het gewoon onwijs leuk om. Ja, en dat is ook natuurlijk wel een positieve kant te Niks vergeten, jongen. Ja, jouw pen.